Top. Yes, we zijn gestart. Nou, mooi. Ik denk dat er zo nog wel wat meer mensen binnen vloepen. Ik zag net de nog nummer 5. Goedemorgen. Ik zit even te denken, wie hebben we naast Jochem, Egbert en Thomas? Sergej. Ah, ja, we hebben nog een zesde, dus er is er nog iemand. Misschien alleen opgeluid. Als de onbekende komen, dan kan je misschien ook een voorstelrondje doen. Ja. Anders begin maar gewoon met de agenda. Tot nu toe kennen we iedereen. Goed. We hebben weer vaststellen van de agenda. Heeft iedereen die gezien? Heeft iemand daar nog aanvullingen op? Vragen bij? Missen we daar nog iets? Nee. Oké. Puntje 2 kunnen we voor deze keer volgens mij skippen. Want we hebben geen nieuwe deelnemers hier in beeld. Voorstel voor nieuwe deelnemers. Ja. Ja. Hoe kan je als partij bijdragen, hadden we als eerste agenda punt. Daar hebben we het vorige keer ook over gehad. We hebben daar discussie over gehad. We hebben een formulier opgesteld met het idee om partijen uit te nodigen die ze hebben aangegeven. Wij staan achter het manifest en achter de uitgangspunten dus van NUTS. Daar hebben we formulier voor opgesteld. Oké, mooi. En op welke manier zou je dan willen bijdragen aan het succes van NUTS? En het hebben we uitgestuurd naar alle partijen die een logo op de website hebben staan. En ik begreep van Tim dat wij 6 of 7 ingevulde reacties terug hebben gekregen. Het is jammer dat Tim er niet bij is, had hij iets kunnen zeggen over wat daar dan in stond. Maar we hebben in ieder geval een aantal reacties teruggekregen. En nou ja, de mensen die nog niet gereageerd hebben, zullen we nog even actief benaderen met de vraag om daar ook nog even iets op terug te koppelen. Op welke manier zou je dan een bijdrage willen leveren? Ook omdat we input hebben gevraagd van waarom doe je mee als persoon of partij. En dat willen we ook weer gebruiken bijvoorbeeld voor straks op de website. Om iets meer duidelijkheid te geven waarom jij als organisatie eigenlijk meedoet. Dus dat is dat onderwerp volgens mij. Heeft iemand daar nog vragen over, aanvullingen? Okay. Hebben we al een reglement wanneer... Oh. En niet kan. Oh, het stopte bij wanneer? Iets met het reglement, ja. Jochem. Ja. Jochem, zet zijn microfoon even weer aan, denk ik. Nee. Ik hoorde je reglement, dat is begrijpelijk. Ja. Nee, je hebt al een reglement wanneer iemand dan, zeg maar, wat volgens mij steeds spreekt. Van je moet dat ding invullen en wanneer doe je dat nou en wanneer word je het eventueel, zeg maar even, afgejetst. Of we daar regels voor hebben opgesteld van wanneer je eruit wordt gekieperd? Die vraag heb. Ja, nee, hebben we niet. Ja. Nee, dus daar gaan we vast nog iets op verzinnen met elkaar. Voorlopig is het gewoon, vul de dingen even in, je staat er met de logo op, kijk. Ja. Ja. Ja, en het idee is volgens mij dat als we lang genoeg niks horen, dat we op een gegeven moment wel gaan zeggen van, goh, weet je, wat heeft het eigenlijk wel zin? Maar goed, nogmaals, we willen dat niet als drukmiddel gebruiken. Hè? Dus ik vind het mooi dat op zich al 1/3 in ieder geval heb ingevuld, vrijblijvend, zonder druk. Dus de rest even een notificatie is denk ik wel zinvol. En inderdaad, de partijen die nog overblijven, daar zullen we nog even los contact mee opnemen. Om te vragen van, goh, wat is dan wel de reden dat je hierbij wil zijn? Oké. Goedemorgen, Mark van de Heer Software. Misschien is het goed, dat kan jij misschien even voorstellen, want jij bent het enige nieuwe gezicht in deze schermpjes op het scherm. Oh, je bent unmuted, Mark, maar we horen je niet. Even kijken. Zijn wij wel hoorbaar trouwens? Wordt de rest ons wel? Ja, oké. Dus ja, dus we hebben... Mark, zoek nog even naar de... Microfoon. De microfoon voor uw... Geef niks, kom zo terug. Kom er zo wel op terug. Volgende punt. Irma, authenticatie flow demo hadden we geagendeerd. We hebben vorige keer gezegd, van daar zijn we al een tijdje mee bezig. Misschien goed om even weer een update te geven waar we daarmee staan.
En dat ging Steven doen. Ja. Wil je daarvoor iets vanuit jouw scherm daar naartoe? Ja, misschien is het wel even goed om wat gewoon te laten zien. Ja. Ik heb een soort demo ECD'tje ben ik aan het maken. Dat is hartstikke leuk. Dan kun je gewoon, zeg maar, alles zonder zeg maar, alle ingewikkelde use cases mag je lijstjes met patiënten maken en zo. Ik zie alleen dat mijn sessie nog, ik ben nog ingelogd, dus ik moet even uitloggen, want anders dan is het natuurlijk niet leuk. Ziet iedereen het scherm? Ja, ik denk het wel. Ja, oké. Okay. Top. Goed, dan... Deze even opnieuw opstarten. Zo. Even vertellen wat je doet, hè? Ja. Niet scannen, jongens. Nee, niet scannen. Dat zou kunnen. Als je dus nu scant, dan kun je dus inloggen op mij op mijn demo ECD. Dat zou grappig zijn. Wie is er snel genoeg? Wie is er snel genoeg? Ik ben bang Jochem. We hebben dus bovenop Irma hebben we een nuts laag gelegd. En dus met Irma kun je dus attributen afgeven, maar je kunt dus ook contracten ondertekenen. En op die contracten hebben we dus een extra laag, voegen we een extra laag toe. En daarmee kunnen we dus, los van de naaste attributen, kunnen we dus ook extra informatie meegeven. En dan, nou, mooi is dit. Ik ben bij de IKEA een keuken aan het samenstellen. En dan krijg je dus elke keer die shit. Ja. Je weet dat dit gewoon nu ook gewoon... Ja, oké. Dat is echt fantastisch. Goud. Nou, dan gaan we terug. Dat is echt zo niet nodig. Ja, ik moet dan een demo geven, je weet het. Dus dan kun je bovenop... bovenop Irma kun je dus nog extra contracten kun je dus vastleggen. En in die contracten kun je dus tekst zetten. En die tekst kun je dus door de machine laten lezen. En dan onder andere kunnen we dus ook een geldigheid opgeven. We kunnen een doel opgeven. En ook bijvoorbeeld de applicatie die je op dat moment gebruikt. Nou, dat hebben we dus bovenop Irma contracten gelegd. En als je dat dus doet, dan kun je dat contractje geven aan een andere partij. Dus jij scant nu de QR-code? Ik scan nu de QR-code. Ik zal meteen even kijken of we ook mijn scherminhoud kunnen laten zien. Trouwens, de user interface van het Irma-verhaal, dit is ook al geopen sourced door Tim. Ja, dit hele stuk heb ik gewoon van onze eigen repositories gepakt. Ja, kan ik dit voor mijn webcam houden? Moeten we even terug naar de webcam? Ja, misschien kan dat. Waarschijnlijk moet ik dan... Misschien kan wel dat doen. Ik denk dat je wel een beeld hebt, maar zoals het mag. Als ik... Okay. Kijk, dit is dan de tekst die verschijnt, weet ik dit? In spiegelbeeld. In spiegelbeeld. Is voor jullie ook in spiegelbeeld? Dat betekent niet, hè? Ja. Nee. Dus hiermee geef je dus aan, met een bepaalde geldigheidsduur en een bepaalde applicatie, waar je dat van mag inloggen. Zoals je ziet begint het met een bepaald contract en een bepaalde versie. En we kunnen dus ook die versies later ophogen. We kunnen ook andere contracten gebruiken. Dus het mooie is, je kunt ditzelfde mechaniek kun je ook gebruiken om bijvoorbeeld PGO's te zeggen, dit is mijn PGO. Of je kunt bijvoorbeeld zeggen... Ik moet even op oké drukken, anders ben ik te laat, jongen. Nou, dan ben je ingelogd en dan zie je dus inderdaad dat dit mijn AGB-code is. En het resultaat is valide. En dat contract wat ik dus heb gekregen, dit kan ik naar elke nutsnode sturen. Die kan dit altijd valideren. Dus het kan best wel zijn dat over een uur is dus die sessie verlopen, dan is het niet meer valid. Nou, en vervolgens is de volgende stap is patiënten, een lijst van patiënten. En daarin kan ik gegeven moment externe zorgleveranciers toevoegen. We hebben hier dus het adresboek. Daar kan ik al in zoeken. Dan kan ik bijvoorbeeld zo'n groep nuts met AGB-code 0. Toevoegen voor deze patiënt. En de volgende stap hierin is toestemming geven en vervolgens bij de zorggroep nuts de gegevens ophalen. Dit ging mij een beetje snel. Ik weet niet hoe het voor de rest was, maar... Nou ja, dus als je kijkt naar de nutscomponenten die we hebben, dan heb je dus net een stukje toestemming, of nee, authenticatie gezien. Nee. En wat je hier ziet is het adresboek. Ik heb nog een andere zorggroep, andere dingen erin zitten. Iets met apotheek, Groene Spillenfabriek. En op deze manier kun je dus een lijst van externe zorgverleners gaan bijhouden. En aan de hand van die mensen, van die externe zorgleveranciers voor deze patiënt,
Ja, precies. Je koppelt nu externe zorgleveranciers aan een patiënt. Dus je creëert eigenlijk een netwerk om de patiënt heen. Ja. Van mensen die ook toegang krijgen tot die data van de patiënt. Dan kan de volgende stap is hier je toestemming gaan vastleggen. En dan kan dus die groene spullenfabriek, en dus nog goed nuts, kan dus in dit ECD die gegevens ophalen. En jij was die twee, want jij logde net in met 00001 volgens mij. Ja, nou die codes die moet je nog niet te doen. Nee, als dit, maar dat, dat is het idee natuurlijk. Ja. Ja. En deze demo die straks zal straks online komen te staan. En de source code is natuurlijk ook beschikbaar. Dus hier kunnen mensen in gaan kijken hoe wij dit hebben geïmplementeerd. En hoe je dat dus zelf in je eigen applicatie kunt gaan inbouwen. Dus wat het nou betekent om zo'n IRMA-schermpje te krijgen. Wat het betekent om dat adresboek te bevragen. En wat het, hoe het dan eruit ziet als je dan op een gegeven moment die toestemmingen gaat inschieten. Dus dit wordt een beetje de referentie-implementatie. Voor een ECD. En dat bouwen we in de komende weken gewoon steeds verder uit. En als je op een gegeven moment dus stukken van nuts in je eigen infrastructuur wilt gaan gebruiken, of in je eigen applicatie, dan kun je dus hier kijken hoe dat, hoe dat zou kunnen. Dat is een beetje de gedachte erachter. Oké. Ik ben even benieuwd. Dus dat betekent dat volgens mij zag ik echt het zitten van Promedico. Dus zou Promedico dan kunnen zeggen, wij pakken dit stukje om ook dat netwerk op te bouwen en mensen toegang te geven tot data uit ons systeem. Ja. Ja. Was jou te volgen, Egbert? Ik noem even jou een random voorbeeld. Ja, het is te volgen. Het ziet er begrijpelijk uit. Dus dat ja. Ik ben alleen wel op zoek naar hoe ziet het er dan verder qua concept uit. Omdat we hebben natuurlijk over dit onderwerp al een paar keer gesproken. En Ik heb een paar vragen als dat mag. Ik weet niet of we het nu moeten doen of dat we het op een ander moment moeten doen. Maar ik ben benieuwd hoe de relatie is als het over die adressen gaat in relatie tot het zorgadresboek. Van, het is denk ik zonde als we dingen dubbel gaan doen. Dus kunnen we dat incorporeren in het verhaal? En de andere die ik graag zou willen snappen is van, we hebben in een eerdere sessie met elkaar wel eens gesproken over van hoe ga je een zorgverlenersnetwerk rondom een patiënt opbouwen. Dat is volgens mij wat je laat zien, Steven, van dat je bij een patiënt een zorgverlenersnetwerk opbouwt. Ja. Hoe gaat dat dan in het zorglandschap leven? In de zin van, is dit wat bij de patiënt hoort, wat bij de patiënt staat? Of is dit ook wat gedeeld wordt met andere zorgaanbieders? En vult dat dan aan dat anderen dat ook zien? En onder welke condities zien ze dat? Zit dat hierin of is dat de volgende stap die we moeten maken met elkaar? Ja, dus om te beginnen met je eerste vraag. We hebben natuurlijk inderdaad het zorgadresboek zoals die door VZVZ nu wordt aangeboden en langzaam wordt gevuld. Dat adresboek is in de basis, zou dat als een bron kunnen dienen voor bijvoorbeeld een lijst van zorgaanbieders. Maar het wordt al snel te beperkt. Op het moment dat ik bijvoorbeeld met mijn persoonlijke AGB-code data wil opvragen en bij een andere zorgleverancier. En die patiënt heeft toestemming gegeven aan bijvoorbeeld, aan bijvoorbeeld een ziekenhuis of een specifieke afdeling. Dan wil je wel die hele boomstructuur van al die mensen erin hebben staan. Omdat je anders niet weet of de ene individuele AGB-code daadwerkelijk onderdeel is van die organisatie. Maar jij zegt dat er niet is, maar dat is er wel hoor. Nou ja, ik begreep inderdaad dat ze daar wel naartoe wilden. Maar ik meende dat als wij in de modellen die wij hebben ontvangen van het adresboek, lijkt het daar niet in te zitten. Kijk ook Wouter even aan. Hoe toereikend is dat op dit moment? Nou, waar het enigszins uit elkaar gaat, is, wij hebben twee dingen hebben we nodig. We moeten organisaties die erin staan kunnen vertalen naar certificaten en endpoints. Dus dat zit er enigszins in, al vind ik dat het model niet helemaal kloppen. Maar daarnaast gaan we in de toekomst heel erg afhankelijk zijn van de werkt-voor-relatie. En hoe wij nadenken over die werkt-voor-relatie is dat geregistreerd wordt of eigenlijk digitaal ondertekend wordt door zeg maar de werkgever of door de leverancier. Dus hoe wij het momenteel inzien is dat, en daarom hebben we nu ook natuurlijk een stichting erboven staan, is dat de stichting zegt, deze leveranciers doen mee. Een leverancier zegt, dit is mijn klant. En de klant gaat zeggen, dit is mijn werknemer. En vanuit die hele boom
kunnen we dus weer terugredeneren naar als er toestemming is gegeven voor een organisatie, wie werkt er dan voor en wie mag er dan bij? Dat maakt het namelijk ook mogelijk om bijvoorbeeld jouw waarnemerschap, om jouw dienst over te dragen aan een ander. En een van die dingen waar we ook naar aan het kijken zijn is om een deel van het van die adressering publiek te hebben, maar dat je er ook voor kan kiezen om een deel privaat te houden. Dus dat je niet hoeft te publiceren voor wie jij werkt. Ja, maar dat... Maar Nout, ik waardeer dat je op zoek gaat naar dingen die er nodig zijn. En als dat nog niet kan in wat er nu in een zorgadresboek is, dan zou mijn voorstel zijn, maar ik ben ook benieuwd hoe de rest daarnaar kijkt, om die discussie aan te gaan en te zorgen dat in die ene oplossing beschikbaar komt. Want even voor jullie beeld van, behalve de techniek die je nodig hebt, is ook de vulling van de informatie heel belangrijk. En op dit moment lopen er allerlei initiatieven om vanuit het zorgveld al allerlei gegevens op te halen uit de systemen van de zorgaanbieders, om te zorgen dat de vulling van het zorgadresboek, dat het ook waardevol is, dat je er wat mee kunt. Als je erin zoekt, dat je ook de persoon en de organisatie vindt die je nodig hebt. Ja. Ik zou het zonde vinden als die inspanningen allemaal straks verloren zijn, als we hier een andere oplossing gaan kiezen en die dingen niet op elkaar aan laten sluiten. Ja, dat op elkaar laten aansluiten, dat zie ik nog wel als een mogelijkheid. Tenminste, in ieder geval als iets wat we snel voor elkaar kunnen krijgen. Daar hebben we met VZ ook al over gehad. En het koppelen en het opvragen en bevragen van het adresboek, dat zagen zij niet zo'n probleem in. Alleen, wat ik volgens mij wel wat ik veel lastiger zie, is als je dus uitbreidingen op die modellen wil hebben. Aangezien die software die hebben zij laten ontwikkelen. Volgens mij is het niet triviaal, of tenminste, het is niet zeg maar, heel makkelijk om daar echt direct aanpassingen in te krijgen. Dus stel je voor je wil zeggen, nou, we willen bijvoorbeeld die hele certificatenboom erin hebben. Dan hebben we dat niet, is dat niet zeg maar, binnen nu in een paar maanden geregeld. Nou, dus ik zie het meer als een soort aanvulling. Weet je, al die bedrijven die erin staan, al die publieke informatie, die wordt als het ware ons adresboek ingetrokken, aangevuld en uitgebreid met alles wat we nodig hebben om die encryptie by design, hè? Dus die encryptie gebaseerde authenticatie goed te kunnen regelen. En mocht dat nou op een gegeven moment ook door VZ als een meerwaarde worden gezien, dan kan dat later natuurlijk altijd weer terugvloeien in het adresboek en vervolgens kan het bijvoorbeeld uit nuts verdwijnen. Maar ik heb toch het gevoel dat ik hoor, als ik zeg het maar even heel zwart-wit, dat jullie langs elkaar praten, want ik heb in het begin bij dat zorgadresboek een aantal dingen meegekeken over hoe dat in elkaar steekt en welke ruimte er moet zijn om precies de dingen die jullie noemen, om die daar een plek in te geven. Mm-hmm. Dus ja, ik zou het persoonlijk nog wel de moeite waard vinden om toch die discussie met VZ aan te gaan en te kijken of dat we dit niet dichter bij elkaar kunnen brengen. Maar nee, mag ik ook... Het is eigenlijk zonde als we twee van dit soort dingen naast elkaar gaan doen. Mag ik ook wat zeggen? Ja. Ben ik verstaanbaar? Ja. Ik heb namelijk ook ooit wat gesprekken met VZ gehad, maar ik heb ook al wel eens genoemd, ook Sociale Kaart Nederland, want ik zit natuurlijk ook aan die gemeentekant, zeg maar. Ja. Die hebben hier ook nadrukkelijk over nagedacht en hebben hier ook al wel wat van dit soort gesprekken over gehad. En die hebben iets van 300.000 zorgverleners, maar dan met name aan de sociale domeinkant hierin zitten en hebben hier ook, zeg maar even, met dezelfde dingen geworsteld om het niet dubbel te doen. Nou weet ik niet of Sociale Kaart Nederland uiteindelijk ook VZ gesproken heeft. Ik weet even niet de stand van zaken daarvan. Maar wel dat zij al heel veel dingen ontwikkeld hebben om recht te doen aan de problematiek die we nu bespreken. Ja, nou dat zijn hele interessante dingen. Misschien is het goed om dan ook echt even erachter te komen wie voor beide projecten verantwoordelijk is. En ook de details weten. Want dan moeten we gewoon een afspraak maken. Ja, ik wil er best een poging in doen, Steven. Want ik heb goede contacten ook bij de mensen die ook op beleidsniveau binnen VZ hierin meedraaien. En die ook snappen van dat we dit breder moeten trekken. Ja. En misschien via die weg wat meer beweging krijgen. Ik kan me voorstellen als je met iemand vanuit de operatie nu praat, dat die wat terughoudend is. Want die is blij en trots op het kindje wat ze hebben gemaakt. Ja, die weten vaak ook niet zeg maar, de nuanceverschillen die wij dan aankaarten. En zeggen ze dan of ja, het kan al, of dat zien we later wel. En daarmee voelen wij ons natuurlijk weer beperkt in onze ontwikkeling. En hebben zoiets van, nou ja, als het zo moet, dan draaien we zelf wel even zo'n adresboek voorlopig in elkaar. Maar ik ben het heel met je eens dat die vulling en al die energie die nu al is ingestoken, dat zou jammer zijn als dat onnodig langs elkaar, langs elkaar heen gaat. Ja, dus zal ik dan die informatie met jou delen, Egbert, of met via Nut?
Nou, wat mij betreft mag dat, laten we dat parallel doen. Laten we zorgen dat we met elkaar in sync blijven. Ik zal proberen om het dan ook de update weer op nuts terug te zetten. Van, Ja, graag. Ja, want wel een van de dingen, en dat is misschien wel iets wat, wat voor mij wel heel belangrijk is. Is, kijk, die vulling die bepaalt voor een groot deel dus een stukje toegang. Dus als ik op een of andere manier mijzelf onderdeel kan laten uitmaken van een organisatie. Dan betekent dus dat ik dus toegang kan krijgen tot gegevens die gedeeld zijn met die organisatie. Dus de borging van de correctheid van die gegevens is heel belangrijk. En wat je vaak ziet in traditionele systemen is dat... de vraag is, hoe worden die gegevens daar ingevuld? Hoe komen die daar terecht? Hè? En als je dat, betrouwbaar. Ja, hoe betrouwbaar is dat inderdaad? Kun je dat terugleiden tot een persoon? Of is dat ooit geïmporteerd? En hoe actueel is dat? En wie mag daarin wijzigen? En dat zijn allerlei vragen die als je dat dus niet doet met een cryptografisch basis. Dus bijvoorbeeld, zoals we dat nu met dit adres ook hebben bedacht, kun jij dus in principe zelf jouw gegevens updaten als jij kan aantonen via EDMA dat je eigenaar bent van die data. Nou, dat zijn natuurlijk mechanieken die niet, waarschijnlijk niet in, die, in de wat traditionele adresboeken en andere systemen zitten. Dat zitten ze juist wel, Steven. Ja. Daarom denk ik echt dat er... Dat we even de klokken gelijk moeten zetten. Ja, ja. En dan zijn we wellicht nog onvoldoende geïnformeerd. Ja, dat is eigenlijk al heel goed nieuws. Ja. Dat zou ik het nog niet begrepen. Maar er zit natuurlijk ook wel een stukje in het proces, want de modellen zoals wij die kennen van het adresboek, daar zit het nadrukkelijk niet in. Dus ergens in de tussentijd zou dan wat geüpdate moeten zijn. Dat zou dan kunnen. Maar dat is niet publiek beschikbaar. Dus ja, dat is ook een frustratie van als daar dingen gebeuren, er wordt niemand op de hoogte gehouden. Dat zou te jammer zijn. Ja, dat zou ook een voorwaarde moeten zijn natuurlijk. Ja maar dat moet, ook dat soort dingen moeten we bespreken, Nout. Want ik weet dat de intentie zeker is om dat te doen. En nogmaals, het zou zonde zijn als we dingen dubbel gaan doen. Want volgens mij kunnen we het beter één keer goed regelen. En daar hebben we met z'n allen voordeel van. Ja. Want in hoeverre is Topicus inmiddels ook aangehaakt bij Nuts, jongens? Ja, wacht even. Misschien moeten we dan even nu niet alles door elkaar gaan doen. Toen ik 6 jaar geleden bij Radboud zat, toen deed Radboud samen met Topicus het Zorg- en Welzijnsinfoportaal. En die hadden toen letterlijk, zeg maar even met het opplussen van zorgverleners, maar ook de authenticatie van die zorgverleners over hoe je dat dan netjes doet en dat je de juiste persoon daarbij hebt. Dat zat in dat project, nou ja, wat weet ik veel, 6, 7 jaar geleden rondom hun ZWIP-verhaal speelde. Dus in die zin hebben zij daar, denk ik, 6 jaar geleden met die collega-projectleider ook nadrukkelijk over nagedacht. Vandaar dat ik hem nu even noem. Oh, okay. Nou, kijk, het is misschien wel goed om even een adresboek zelf, vooral als je dat zeg maar op een wat recht-to-recht-aan manier maakt, is zeg maar, de techniek daarachter is niet echt de uitdaging. Dat zit hem dus inderdaad vooral, wat Egbert ook al zegt, hoe zorg je ervoor dat die data gevuld wordt, actueel blijft, maar hoe kunnen we erop vertrouwen? En ook voor ons heel belangrijk, hoe zorgen we ervoor dat we op een of andere manier meegenomen worden in die ontwikkeling van zo'n applicatie. Ja. En misschien ook wel een beetje, kunnen we dat op een of andere manier zo maken dat wij bijvoorbeeld daar aanvullingen in kunnen doen. Weet je wel, is daar source code van beschikbaar? Kunnen wij mee ontwikkelen? Dat zijn wel vragen die voor Nuts heel belangrijk zijn. Want ja, als je op een gegeven moment iets wat heel specifiek voor Nuts is, maar wat voor de rest van Nederland niemand wat aan heeft, krijgen we het er dan in of niet? En hoe zouden we dat anders moeten oplossen? Maar goed, dat zijn vragen die we kunnen stellen. Ja. Ja, precies. Ik denk dat ook belangrijk is, Steven, want dat geeft denk ik ruimte voor dat ze niet de afhankelijkheid hebben van de partij waar ze nu alles moeten laten maken. Want dat loopt ook niet altijd even soepel. Dus. Oké. Okay. Ja. Even concreet, wat zou jij willen doen, Egbert? Ik ga even contact opnemen met mijn persoon die ik binnen VZ op de vlak ken, om te horen van of die bereidheid er nog steeds is en of we dat in een gesprek gezamenlijk kunnen benoemen. En laten we dan gewoon het lijstje maken met de onderwerpen waar we het over willen hebben. Oké, cool. Ja. En vanuit Sociale Kaart, Jochem? Ja, die ga ik even naar Egbert doorsturen. Vincent Hoytink heet de accountmanager, zou ik maar zeggen. Die ook heel veel weet over de architectuur en de API-led structure waar je op aan kan sluiten om al die dingen in te laden, enzovoort, enzovoort. Dan ben ik al een soort technisch afgehaakt, maar daar kunnen jullie vast goed chocolade maken. Oké, okay, cool. Nou, thanks. Zullen we even resume op de... Oh, ja. En even het tweede deel, Steven, want dit gaat over het adresboek. En dan ja. Het opbouwen van het zorgverlenersnetwerk rondom een patiënt, rondom een burger.
want je laat dat hier nu zien. Dit is vanuit de persoon zelf, volgens mij. Hè? Dat je ziet van wie zijn er allemaal zorgverleners in mijn netwerk. Ja. Nou, dit is vanuit Ik ben zorgverlener. Misschien goed, ik ben dus ingelogd als een zorgverlener. En ik had dus hier een lijst van mijn patiënten. Ja. En ik heb dus net in die, geloof ik, die Aaron 697, ja, heb ik externe zorgleveranciers geconfigureerd. Ja. Dus dit zijn andere zorgleveranciers die ook naast mij aan Aaron zorgleveren. Ja, wat je dus mist voor dat netwerk is dat je zegt dat de toestemming moet worden gegeven vanuit de patiënt. Dat dit lijstje gedeeld wordt met degene die in dit lijstje staan. Ja, dus naast zeg maar dat ik gegeven de rapportages wil delen met een andere partij, kan ook dit lijstje als een resource worden gedeeld. Ja, want daar ben ik even naar op zoek van. Want we hebben het in de sessie die we in Utrecht hebben gehad, hebben we toen al eens een keer gezegd van, kijk, dit kan iedere zorgaanbieder voor zichzelf doen. Ja. Dit kan de patiënt, zou dat ook zelf kunnen doen. Maar zit er in deze oplossing ook al een mechaniek om dat te distribueren in het landschap? In de zin van, zorgverlener A, die voegt hier een nieuwe zorgverlener toe. Kan het dan gelijk ook beschikbaar zijn bij al die andere zorgverleners die bijvoorbeeld al in dat netwerk zitten? Of... Ja, in wezen is dat wel waar we naartoe willen. Dus zodra ik hier een toestemmingskolom heb toegevoegd, dan kan ik ook zeggen, nou ja, je mag op medisch vlak, maar je mag mijn netwerk bekijken en je mag ook nog iets anders doen. Als ik dat doe, dan krijgt dus die zorggroep NUTS krijgt dus een notificatie dat er dus gegevens met hem worden gedeeld, waaronder het netwerk. En zorggroep NUTS kan die vervolgens dat netwerk ophalen en heeft dan datzelfde lijstje ook staan. En het mooie is natuurlijk, omdat we nu eindelijk dan een gezamenlijk zorgadresboek hebben, even los van welke dat dan is, betekent ook dat deze zorggroep NUTS precies dezelfde zorggroep NUTS is aan de andere kant. Ja, de reden waarom ik het vraag is, ik denk dat de meeste van jullie hebben de uitnodiging hopelijk gezien, maar we hebben eindelijk een sessie over hoe dat je met dit soort dingen omgaat en ook hoe dit qua concepten en design eruit moet zien. Hebben jullie voor die stukken al een voorzet gemaakt hoe dat je dat qua concept en design wilt hebben? Want dan zou mijn voorstel zijn dat we dat gebruiken op die sessie. En anders moeten we nog met elkaar gaan ontdekken. Als je het hebt over design, bedoel je dan user interface? Of bedoel je dan... Design bedoel ik van hoe de architectuur in elkaar steekt. Ah, okay. Hoe de concepten in het landschap werken. Ik denk dat we daar wel een mooie plaats voor kunnen maken. Ja, dan kunnen we daarmee beginnen. Wie organiseerde die sessie, Egbert? Die heb ik georganiseerd. Oké. Okay. 29 mei in de middag, heb ik uit mijn hoofd. Ja, precies. Voor Hemelvaartsdag is dat. Ja. Als het goed is, hebben jullie allemaal ook de uitnodiging daarvoor ontvangen? Wij zijn in ieder geval bij. Ja. Bij. Ja. Ja. En daar waarschijnlijk ook mensen. Wij zien jullie trouwens niet meer. Dus als je... Ik zag net ineens een Jos, welkom. Ja, ja, nee, dat is goed. Dan maken wij gewoon een mooie plaat waarop we dit uitleggen. En dan hebben we een uitgangspunt om te kijken of het ook aansluit bij jullie processen. Ja, Steven, ik heb daar nog even een vraag over. Hè? Want ik ben even iets later aangehaakt. Maar verschillende... Ik zag net zorggroepen NUTS of zo staan. Maken jullie daarbij al gebruik van FHIR? Of hoe komen die... Hoe worden die eigenlijk bij elkaar gepakt? Hoe wordt wat precies bij elkaar gepakt? Nou ja, dus als je... Want je hebt bijvoorbeeld... Er is een FHIR resource, hè, die heet NL... het care team, dat heb ik ook met Simon bij jullie besproken. En daarin, dat is eigenlijk een grouping van zorgverleners die weer gekoppeld zijn aan een organisatie. En dat je het eigenlijk als een heel pakketje, in plaats van dat je alle zorgverleners in een organisatie individueel in een resource stopt, is er ook een FHIR resource die dat eigenlijk samenpakt. Hoe is daarnaar gekeken? Dus is er überhaupt naar FHIR gekeken rondom dit gedeelte? Oh, nou, we proberen zoveel mogelijk te doen met FHIR, maar het NL Care Team is mij nog onbekend, maar die vind ik wel leuk. Kijk, wat net ook al zeiden is, dit is in principe dit is een resource die opgevraagd kan worden bij deze zorginstelling. Net zoals dat je bijvoorbeeld zegt, nou, ik wil observations opvragen, zou je dus ook dat NL Care Team kunnen opvragen. Ja, precies. En dat is dan het lijstje wat je met elkaar deelt. Ja, maar in de basis waarmee je begint, is het feit dat in de toestemmingen daar staan de juridische entiteiten genoemd. En dus waar liggen de behandelrelaties? Oh, dat is hoe ver de toestemmingen gaan, omdat dat zo bij de wet geregeld is. Dus dat betekent dat als jij toegevoegd wordt aan het sociale netwerk en dat wordt gedeeld omdat de patiënt dat wil, betekent dus dat jij aan de andere kant, dus in dit geval bijvoorbeeld zorggroep NUTS,
dat daar een event binnenkomt van, hey, er is nu consent voor jou als organisatie. En dit is hoe ver dat consent gaat rondom deze patiënt. En dat betekent dat je dus, als die resource er is aan de andere kant, dat je dan het zorgteam, het care team van die patiënt zou kunnen ophalen. Maar alles is natuurlijk gescoopt op die patiënt. Kijk, als die resource er niet is, als die niet afgesproken is, vanuit een use case bijvoorbeeld, ja, dan is die er niet. Maar als jij hem zou willen, en bijvoorbeeld Nederland zou hem kunnen aanbieden, ja, dan kan je met elkaar gewoon ervoor kiezen om dat toe te voegen. Dus waar we straks een keer moeten zeggen van, kijk, zo gaat de user interface erin zien rondom het toevoegen van die toestemmingen, van het consent. Daarin zouden we natuurlijk, er moeten een aantal keuzes gemaakt worden, omdat de huidige wetgeving die er nu actief is, die zegt gewoon je mag delen, ja of nee. Maar volgend jaar wordt het heel specifiek, maar ja, dat gaat niemand begrijpen. Er zit nog een gat tussen. Dus dat wij in eerste instantie met elkaar gaan zeggen van, oké, we scopen het even op delen van sociale gegevens. En dan hebben we het dus over het netwerk. En misschien wel ook wie is familie, als die dat goed vindt om te delen. En daarnaast dat je het hebt over medische gegevens en daarnaast nog over GGZ-gerelateerde gegevens. En dat we moeten afspreken met elkaar, als we zeggen we gaan die sociale gegevens delen, dat zou dan betekenen dat bijvoorbeeld deze fire resources beschikbaar moeten zijn aan de andere kant. Ja, oké, dus dat wordt dan... Ja, en dat zou minimaal, moet dat bijvoorbeeld de organisatie resource zijn. Ja. Al krijg je daar een groot gedeelte natuurlijk via het adresboek ook al wel binnen. Maar je zou aan de andere kant gewoon ook kunnen vragen van hoe identificeer jij jezelf als organisatie? Wat heb je daar aan de software zelf ingevuld? In plaats van wat is er in het register bekend? Ja, maar dat is wel interessant. Je wilt natuurlijk niet, als daar in die NL, zoals het care team, als daar dus organisaties in... Sorry? NL Core Care Team. NL Core Care Team. Als daar bijvoorbeeld de organisatienamen in komen te staan, die wil niet dat er tegenstrijdige informatie met bijvoorbeeld het adresboek is. Die kans is natuurlijk groot, want jij krijgt gegevens uit de database van die andere leverancier. Ja. En jij weet niet of ze die gegevens gevuld hebben vanuit het register. Nee, precies. Je weet niet of dat met de laatste minuut geüpdate is, of dat een dump is van een maand geleden. Maar als je het vanuit een adresboek zou pakken, dan zou je natuurlijk wat meer hebben. Wat hier staat, hè, wat je hier in beeld ziet, dit zijn eigenlijk alleen maar de referenties van een bepaald codesysteem. In dit geval gebruik ik de AGB-code. En deze namen komen dus allemaal uit het adresboek. Dus als jij op een gegeven moment dit lijstje op zal vragen, krijg je dus eigenlijk alleen een referentie met ID's. Van lijstje met referenties. En dus niet de. Dus ik weet niet of het in toeverre dat overeenkomt met de resource NL Core Care Team. Nou ja, dat zou ik kennen. Maar misschien is het goed om dit ook mee te nemen in die sessie die we bij met Egbert ook hebben. Dat, ik denk dat dit wel belangrijke stappen zijn dat we het. Maar goed, dat werd net al gesuggereerd. Ja. Wat je ziet is dat net dat je dus bepaalde bouwstenen tot je beschikking hebt, dat je dus zelf een heleboel niet meer over de lijn hoeft te gooien. Dus als je zo'n adresboek hebt, dan hoef je dus niet meer zelf gegevens van de zorginstelling in te gaan voeren en bij te houden, bijvoorbeeld. Alleen maar die referentie. En zo zijn er natuurlijk nogal meer van dat soort telefoonnummers hoeven niet meer mee in toedienlijnen of zo. Allemaal dat soort informatie heb je niet meer nodig in de bouwblokken zelf. Dat zijn gewoon referenties worden. Ja. Wat die discussie, hij zal, ik denk dat je vanuit use cases moet gaan voeren. Wat zijn de actieve use cases? Anders kan die heel breed worden. Ja. Want ik denk, stel je zou sociale domein of GGZ erbij gaan betrekken, dan is zo'n zorgteam heel anders dan volgens mij in medische termen. Waarom? Nou, volgens mij heb je veel meer betrokken partijen. Nee, dat zeker. Maar waarom is het anders dan medische termen? Want waar begint het een en eindigt het ander? Dat is bijna filosofisch, maar... Ja, maar qua concept is het volgens mij volledig hetzelfde, want het zijn personen die geconnect zijn aan, dus... Dat wordt wel veel breder, maar dan moet je inderdaad in een use case gewoon een scope kiezen en die eerst maar eens uitwerken als een soort pokje of zo. Maar voor de rest, het concept is precies hetzelfde. Nou, waar ik meer op doelde was, vanuit de medische kant werk je met verwijzingen. Ja, je gaat naar de huisarts, je wordt verwezen, je krijgt nog een stukje extra zorg erbij, et cetera. Ja, maar is de huisarts zorg of is de huisarts sociaal domein? Ja, beide. Daarom. Ja, maar we hebben ook gesprekken gehad binnen de GGZ, waarbij je eigenlijk te maken hebt met een regievoerder, die naar eigen initiatief partijen betrekt rondom die behandeling.
Ja. Zonder dat de patiënt daar heel veel keuze in heeft. Die kan natuurlijk altijd stoppen met de behandeling. En dan heb je natuurlijk een ander soort model. Omdat er, zeg maar, organisaties betrokken worden, niet vanuit de verwijzing, maar vanuit het inzicht van één persoon. Nou, dan heb je een andere, dan heb je een andere enabler, maar je hebt niet een ander systeem, zeg maar. Het concept blijft hetzelfde, alleen je hebt niet de patiënt of de verwijzer, maar de regievoerder. Maar in concept is het toch hetzelfde? Ja, precies. Is het een idee om deze discussie op de 29e te doen? Ja, deze kan misschien wel een jaar geparkeerd worden, maar... Ja. Nou ja, goed, dat model rekening houden met zowel sociaal domein als medisch, als GGZ lijkt me heel simpel. Simpel, ja. Ja, maar volgens mij kan dat dus inderdaad ook al in de huidige, nou, in ieder geval in de huidige fire resources, zou dat ook al kunnen. Kun je daarin coveren. Ja. Ja. Laten we dat... Even om op de toetsen en de verwachting te managen voor de 29e. Ik zou graag de 29e eerst met elkaar het willen hebben over wat heb je nu aan concepten nodig en hoe gaat dat mechaniek in het zorglandschap, hoe gaat het werken? En als we tijd hebben, zou ik ook graag willen kijken van hoe doe je dat dan in de technische zin. Dus wat is er aan techniek beschikbaar? En dat refereert aan hetgeen waar Jos net de opmerking over maakt. Van op welke manier kun je dat dan ook uitwisselen met elkaar? En hoe gaat dat dan technisch werken? Ja, omdat in de huidige use cases is dit namelijk ook wel iets waar we gewoon letterlijk al mee te maken hebben. Dus vandaar dat dat wel in die zin wel actueel is. En goed is om daar dat samen te bespreken voordat iets al wordt geïmplementeerd zonder dat we daar met elkaar over eens zijn dat dat wel de manier is. Ja, oké, top. En ik heb nog een praktische vraag, Steven. Zou jij die een aantal dagen voor de 29e met me kunnen delen? Want dan kan ik het kijken waar ik hem goed in het programma in pas. Ja, is goed. Ik denk dat we die sowieso gewoon ergens beschikbaar moeten maken. Waar we het dan over? We hebben het over de plaat waarop we laten zien hoe dat netwerk met elkaar verdeeld kan worden. Dus ik als behandelaar voeg hier een aantal externe zorgleveranciers toe. Ik regel de toestemmingen. En die andere zorgleveranciers krijgen vervolgens updates over dat netwerk. Zodat we op een gegeven moment allemaal dus hetzelfde netwerk zien. Als tenminste de toestemming daarvoor is gegeven. Ja, precies. Dat laatste is een belangrijke. Want niet iedereen, daar zit de crux. Niet iedereen gaat hetzelfde netwerk zien. Nee, wat mij betreft zijn dat ook, kunnen dat ook deelnetwerkjes zijn. Gescoopt op iets wat zeg maar van toepassing is. Eigenlijk moet dit als use case aangedragen worden. Ja, nou, idealiter wel. Maar aan de andere kant vind ik het wel zo fundamenteel in de manier hoe die data wordt gedeeld. Dat we dat nu al wel over na moeten denken. En als daar bovenop zeg maar use cases worden geïmplementeerd die misschien simpeler zijn, dan is dat volgens mij... Nee, want ik bedoel, het netwerk in kaart brengen, dat gaat de nutscomponenten niet doen. Nee, dat klopt. Dus heb je softwareleveranciers bij nodig? Ja, ik heb wat zorgambieders. De nutscomponenten gaan faciliteren dat jij delen van het netwerk kan vinden bij de andere leveranciers. Ja. Jawel, goed, dan is de vraag, is een netwerk een ding, of is het net zoals een observation, gewoon een resource? Volgens mij is het gewoon een resource. Ja, die vind ik wel leuk om te voeren, zeg maar. Volgens mij is het misschien wel een veel fundamentele concept. Ja, mag ik daar iets aan toevoegen vanuit de Samen Beter? Hebben we met vergelijkbare problematiek te maken, maar dan vanuit het verhaal van de persoon zelf, die wel eigen regie voert, zeg maar, over zijn gezondheidsnetwerk? Waar ook professionals in deel kunnen nemen. Maar ook gewoon je buurman en ervaringsdeskundigen en bij wijze van spreken ondernemers uit je wijk. En daar gaat de gedachte ook naar een decentraal idee, waarbij inderdaad je deeltjes van de netwerkgraaf gedistribueerd zijn over de applicaties waarin die persoon eigen regie gevoerd heeft met anderen. Mm-hmm. Maar die wel op een standaard manier, zeg maar, uit te breiden zijn op het moment dat het nodig is. Dus je bent ergens in een systeem, een applicatie, en je denkt, ik wil nu toch mijn buurman hierbij halen. Dan is de manier waarop je dat doet wel gewoon standaard. De manier waarop de graaf verder opgebouwd wordt op die nood waar je dan bent. Dus ik zal ook proberen iemand van ons team vanuit Samen Beter aan tafel te krijgen. Om ook te zorgen dat het sociale netwerk van de persoon zelf over gezondheid aan kan blijven sluiten. Ja, dat zou mooi zijn. Ja. Oké. Ronden we daarmee dit punt af? Ja, wat blijft er wel. Echt goed ook. En ik ben blij dat we ook dingen kunnen laten zien. Want ik ben ervan overtuigd, als je ook dit met zorgverleners en met patiënten gaat delen, dan wordt het tastbaar. Als je alleen maar de plaatjes op het bord tekent, dan snappen wij het wel, maar de rest niet. Dus,
Ja, dat is ook het, de bedoeling. Dat gaat misschien niet de komende weken gebeuren, maar uiteindelijk moet er wel een soort demo op nuts.nl komen, waarop je kunt spelen met ja, uiteindelijk de user interfaces waarmee de professionals en de patiënten en de burgers mee in aanraking komen. Ja. En aan de andere kant heeft het natuurlijk als voordeel dat de ontwikkelaars kunnen hier in de source code kijken en zeggen, oh, dus dat is hoe die call gedaan moet worden en dat is hoe dat datamodel eruit ziet. Dus aan beide kanten volgens mij hebben we er profijt van. Ik heb daar nog wel wat ideeën over hoe dat we dat ook zichtbaar kunnen maken, zodat iemand weet waar hij naar kijkt. Dus daar moeten we misschien een andere keer nog even over hebben. Dus, ja, lijkt me goed. Top. Alrighty. Gaan we door naar de nuts met mij flow. Die heb jij ook, die staat gewoon op onze generieke documentatie site. Onze generieke documentatie site, ja. Wat is dat? Gewoon dus een nuts documentatie. Insteken. Dus, en daar staat hij. Yes. Ja. Kennen jullie deze nog? Daar is die. De vloep, hij komt nog niet in beeld. Ja. Dus nuts-documentation.readdocs.io. En dan zet hij dit voor mij als laatste achter. Doet hij dat. Ja, dit is waar wij alle documentatie aan het bijhouden zijn. Waarin we onder andere de architectuur en alle verschillende componenten documenteren. Zowel op architectureel vlak als op implementatievlak. En ik zie hier met mij Authentication Flow using Irma. Dat is laatje. Kan je wat groter maken? Ja, maar ik heb nog geen witte achtergrond meer. Oké, ik kan hem even terug. Inzoomen. Transparant de achtergronden natuurlijk. Oh, dat is ook een goed idee. Ja. Dit was gevraagd aan ons om even op te stellen vanuit ICTU. Marijke Sanders vroeg dat aan ons. En die hebben we ook met ICTU besproken. Plus met Johan Homeman van Met Mij. Van wat is nou onze gedachte hoe je zo'n zorgorganisatie en een PGO met elkaar koppelt? Ja, dus momenteel zeggen ze vanuit Met Mij, als je inlogt op je PGO, dan moet je een DigiD flow starten bij de leverancier van die zorgorganisatie. En dat moet je doen voor elke zorgorganisatie waar je gegevens van wil inzien. En dat moet je ook elke kwartier doen. Al met al wordt het natuurlijk een enorme hobbel voor de gebruikers om dat voor elkaar te krijgen. Nou, daarbij hebben we daar over na zitten denken van hoe krijgen we dat nou voor elkaar, zodat je het maar één keer hoeft te doen. En ook maar bij één zorgaanbieder. En dat de rest dan ook gedistribueerd wordt naar de rest van je sociale netwerk, zoals we dat net gemaakt hebben. En dat je dan eigenlijk alleen maar op je PGO hoeft in te loggen en dan altijd bij gegevens kan. Nou, daar is deze plaat uitgekomen. Hij is opgedeeld in twee stappen, 1 en 2. 1 is het koppelen en 2 is dan het inloggen bij je PGO. Er zijn wel dingen blauw, geel en groen. Blauw betekent dat je op een user interface zit. Geel betekent dat je als gebruiker iets doet en groen is het systeem dat op de achtergrond iets doet. Dus als we kijken naar een koppeling, je begint als gebruiker, als patiënt of burger bij je PGO. Je zoekt eigenlijk één van jouw zorgaanbieders op. Nou, daar heb je dus natuurlijk weer een adresboek voor nodig. Die jou ook een endpoint geeft van waar moet je nou die koppeling maken. Nou, dan spring je dus naar een gebruikersinterface van het EPD in dit geval. En daar moet je je BSN gaan achterlaten, zodat ze aan die kant weten over welke patiëntrecords het nou eigenlijk gaat. Nou, dan kan je dus zeggen, dit doe ik via DigiD of je doet het via BSN achterlaten bij Irma. Doe je dat via DigiD, dan moet je wat meer certificeringen voor voldoen. Doe je het met Irma, dan kan je een weekje klaar zijn, bij wijze van. Ja, dus dat betekent dus dat hier bijvoorbeeld jouw zorginstelling of jouw ziekenhuis, als ziekenhuis heeft vaak al een DigiD ding liggen, ja. Maar bijvoorbeeld jouw wijkzorg met 25 patiënten of cliënten, ja, die heeft dat dus die misschien niet. Nou ja, die zouden dus dan via zijn leverancier gewoon een DigiD of een Irma-flow kunnen regelen. Ja. Zolang hier maar het BSN terecht komt, zodat jij aan kan tonen als burger wie je bent. Ja. Ja. Dit mag, hè? Dit is het BSN-domein, maar dat is even de problematiek die we hebben. Je hebt dus het burgerdomein, het private domein en het publieke domein. Nou ja, nee, dat zeg ik het verkeerd. Dus hier mag een BSN worden gevoerd en een PGO dus niet. Dus je moet op een of andere manier deze identiteit koppelen aan deze identiteit. Precies. Dus
Ja, dus je zit nou binnen het zorgdomein als, als patiënt, als gebruiker. En dan laat je je BSN achter. Nou, dan weet het achterliggende systeem weten om wie het gaat. En wat je dan gaat doen, is eigenlijk jouw PGO-identiteit. En dat is in de vorm van initiale geboortenaam, geboortedatum en je e-mailadres. Ga je een contract ondertekenen. Net zoals eigenlijk dat Steven dat net liet zien voor het inloggen. Waarom nou deze attributen? Nou, initiale geboortenaam en geboortedatum en eigenlijk ook niveau, het EIDAS niveau. Dat zijn attributen die je bijvoorbeeld van gemeente Nijmegen aan je BRP attributen met een bepaald beveiligingsniveau. Dus je kan erbij zeggen, als je die opgehaald hebt op hoog niveau, dan ga je hier ook iets ondertekenen met hoog niveau. Het enige probleem is dat het nog niet uniek genoeg is. Omdat je altijd nog tweelingen hebt die ook nog op hetzelfde adres wonen, al dat soort zaken. Ja, dus er kan ook nog een Jan Jansen zijn. Ja, zijn er niet zoveel, maar die zijn erbij. Er is geen garantie dat het uniek genoeg is. Ja. Dus daarom hebben we gezegd, pak ook je e-mailadres erbij. Dat is niet zo'n veilig attribuut. Maar omdat het wel uniek is en je combineert het met hele veilige attributen, krijg je naar ons inziens iets wat veilig is en wat uniek is. Er zal vast nog een adviesbureau een ei over moeten leggen of dat inderdaad zo is. Wij zien zeg maar, stel je zou daar een misbruik van willen maken, dan moet jij zeg maar iemand zijn met exact dezelfde naam, geboortedatum. En dan moet je dat e-mailadres gehackt hebben. Ja, je logt nog steeds altijd in met je eigen gegevens. Veilig attributen. Dus je bent nog altijd, zeg maar, als je dit weet te spoeven, dan ben je nog steeds met je eigen naam aan het inloggen. Dus het is niet heel verstandig om hiermee te klooien. Het is heel traceerbaar wie dat dan heeft gedaan. Ja. Maar goed, er zal een onafhankelijk instituut in Nijhoven moeten leggen dat het echt zo mag. Ja. Nou, wat je daarmee doet is, je geeft niet jou. Mag ik daar een vraag over stellen? Ja. Waarom is dat überhaupt nodig? Want als je vanuit die DigiD Irma-flow krijg je een BSN terug. Op basis van dat heb je toch de connectie? Of nou, je kunt dus niet in dit stuk hier, want je kunt niet bij je PGO aankomen en je BSN overhandigen. Dus jouw PGO moet op basis van iets, maar niet op basis van BSN, moet hij straks gegevens op gaan halen bij de zorginstelling. Oh, maar daar is toch in het met mijn verhaal ook bedacht van dat je in je PGO ook een soort van patiënt-ID hebt. Als je dat nummer toch meegeeft, ben je dat er ook. Oh, maar hoe kom je aan dat ID dan? Wat is dat voor nummer? Ja, dat wordt gewoon door het PGO uitgegeven. Dat is niet bekend bij de ECD. Maar als je dat meegeeft, ook als attribuut via IRMA, dan zou dat aan het ECD gekoppeld kunnen worden. Ja, maar dat voldoet dus niet aan de uitgangspunten van NUTS. Want? Je kan dat niet als een universeel attribuut krijgen. Dus je kan geen cryptografische borging van dat hele ID gaan krijgen. Ja, dat is wat even belangrijk is, wat je daarmee bedoelt, denk ik, als ik het zo begrijp. Je zegt van je zou bijvoorbeeld een PGO-nummer of een zorg-ID-nummer kunnen hebben, die jij in jouw Irma-wallet hebt. Ja. En die bekend raakt bijvoorbeeld bij zowel alle zorginstellingen als alle PGO's. Ja. Ja. En op die manier, dat is dus, je introduceert zeg maar een partij, die genereert een nummertje aan de hand van jouw identiteit. Dus je logt één keer in de DigiD, dan komt een nummertje uit. Maar dan krijg je dus een koppeltabel tussen een nummertje wat geen BSN is en je BSN. Ja, maar dat doe je nu ook, alleen op een iets geavanceerde of hoe zeg je dat, complexere manier. Ja, maar daar zit wel een groot verschil in. Want namelijk als je zo'n server ergens neerzet in Nederland, dan komt daar dus een koppeltabel in te zitten. En die server weet dus ook al precies op welk moment met welk PGO je bij welke zorginstelling bezig bent. En de vraag is dan sterk, wie gaat die server beheren? Weet je, waarom willen we überhaupt een tabel van BSN's? Is het dan... Dat weet ik niet, want volgens mij doe je nu een aantal aannames die volgens mij ook anders kunnen lopen. Dat hoeft niet op één plek te staan, toch? Nou, allebei de partijen moeten op een gegeven moment gaan zeggen, nou, ik heb hier nummer 1, 2, 3, welk BSN hoort daarbij? Nee, ja, maar dat is toch als je dat als attribuut mee doorgeeft. Ja, het punt is, hoe kom jij aan nummer 1, 2, 3? En hoe weet de partij die het uitgeeft, dat als hij het voor de tweede keer uitgeeft, dat hij het met dezelfde persoon te maken heeft? Ja, op dezelfde manier zoals je ook tot je initials, je birth name, de birth date komt en...
Is dat niet allemaal? Ja, dat betekent dat je er een partij tussen gaat zetten. Dus dat zou zeggen, je moet eerst bij de PHP alles ophalen. Dan moet je naar die andere partij gaan om dat allemaal weer in te wisselen voor een uniek nummer. Maar die partij die mag geen BSN voeren, tenzij het de overheid is. Of iemand die vraagt, mag ik BSN voeren? Ja. En dan moet je dat nummer weer gaan afgeven. We kunnen net zo goed die stap overslaan. Ja, dat is eigenlijk die trusted third party willen we eruit hebben. Omdat je dus straks dan partijen gaat hebben die... Ja, die daartussen gaan zitten, die daar of een businessmodel op gaat bouwen, wat niet nodig is, of koppeltabellen gaat maken, die mee gaat doen in het hele verkeer. Dus ook eventueel vertraging in de data-uitwisseling gaat veroorzaken. Ik ben niet op zoek naar een partij ertussen, jongens. Dus ik, of ik leg het niet goed uit, of ik snap het niet. Dus, Oké. Nou ja, de vraag is, je hebt het over een patiënt-ID. Wie gaat dat uitgeven dan? Het achterliggende PGO. Dat kan niet, want dan heeft elk PGO een ander patiënt-ID. En dan krijg je er dus 50. Verschillende. Ja, maar wat is daar mis mee? Je gaat er als patiënt ga je toch niet 50 PGO's hebben? Wacht even, wat is dat patiënt-ID dan? Kijk, je hebt dus een identiteit in deze wereld en je hebt een identiteit in deze wereld. Hier communiceren op basis van BSN, hier niet. Dus dat PGO dat gaat een verbinding opzetten met het ECD. En die moet zeggen, ik heb hier een patiënt. En hoe geeft hij aan welke patiënt dat is? Dat moet hij doen op een of andere pseudo-identiteit, toch? Dus een nummertje, bijvoorbeeld. Dat doet die patiënt toch zelf? Die patiënt initieert dit allemaal. Die zegt, ik wil mijn informatie vanuit de achterliggende zorgaanbieders... wil ik dat in mijn PGO gaan krijgen. Ja. En daarvoor heeft hij een account in een PGO. En ik kan me voorstellen dat die PGO's in staat zijn om daar een wereldwijd unieke code op uit te geven. Wat je attribuut is, wat je kunt gebruiken in die hele authenticatieflow. En dan bedoel je een EMA attribuut? Ja, dat denk ik wel, want anders gaat hij niet met het mechaniekje wat hierachter zit werken. Ja, dus, maar ik moet maar op een of andere manier moet ik laten weten wie ik ben. Dus ik heb echt wel een burgeridentiteit nodig. Dus dat PGO kan wel helemaal geen idee. Ik snap wat Eckhart bedoelt. Het kan wel. Maar volgens mij moet je degene die de identifiers uitgeeft... scheiden van degene die de medische gegevens verwerken. Want als het PGO die identiteit uitgeeft... dat betekent dat daar... beheerders, ontwikkelaars van dat PGO kunnen gaan schuiven met die identifier. Die kunnen ze ook aan zichzelf gaan uitgeven. Als daar een kwaadwillend iemand zit. Ja, ik snap wat je bedoelt, maar dat zou je toch kunnen doen doordat we nu in dat gele bolletje in het midden staat. Als je dat in het PGO zet, dat die dat op een andere plek ophaalt, maar daar wel... Kijk, als je... alleen maar daarna op dat nummer gaat communiceren, dan heb je niet genoeg. Dus dan zou je zeggen, ja, dan moet je dat nummer gaan ondertekenen met andere gegevens van jezelf. Ja, maar als je dat... Zodat iemand anders dat niet kan doen. Ja, dat is exact wat wij nu doen. Je ondertekent iets met jouw gegevens. En dan heb je dat nummer helemaal niet meer nodig. En dan heb je ook een aan de andere kant van de zorgleveranciers, die leveranciers... die hoeven ook zeg maar alleen maar deze attributen te accepteren. En niet de 50 verschillende nummers van de 50 verschillende PGO's. Ik snap wat je zegt. Misschien had ik moeten beginnen met waarom ik de opmerking maak. Ja. Want dat heeft te maken met van precies wat jullie ook al zeiden. Die eerste drie attributen, die zijn niet uniek. En dat e-mailadres kan in de loop van de tijd ook veranderen. Dus dat betekent ook dat je dat hele contract allemaal weer opnieuw moet gaan doen. Ja. Dus ik ben eigenlijk naar iets op zoek van wat langer stand houdt. Ja, oké. Okay. Dus de vraag is, is dat e-mailadres is dat het beste unieke attribuut of kun je daar iets anders voor zetten? Ook al is jouw e-mailadres voorlopig, dan zou dat nog niet uit hoeven te maken. Want je hebt het mooi aangetoond. En het is ook niet dat je constant iets met het e-mailadres nog doet. Maar goed, je hebt wel gelijk. Kunnen we daar nog iets anders voor zetten? Nee, dat zou ook je 06-nummer kunnen zijn, hè? Dat was een vraag, volgens mij. Ja. Of je telefoonnummer. Weet je, het gaat erom dat het een persoonsgebonden attribuut is... Die uniek is, waarvan er maar één is. Dus dat mag een e-mail zijn, dat mag een telefoonnummer zijn.
Maar kunnen we die TTP, kunnen we die TTP-constructie die jij eigenlijk uit wil faseren, Steven, kunnen we die niet gewoon opnemen in een nutsvoorziening vanuit de overheid? Want volgens mij wordt dat daar wel allemaal in opgelost. Je wil alleen geen 10 commerciële partijen die er geld aan willen verdienen. Ja, ja, nou dat is bijvoorbeeld VZVZ heeft, heeft hier een flow voor bedacht. En die zet inderdaad, die maakt nu een koppeldoos tussen een BSN en een zorgnummertje. Alleen, ik vraag me af wat het toevoegt ten opzichte van een decentrale aanpak, zoals die hier staat. Waarbij dus eigenlijk elke zorginstelling de rol van VZVZ kan overnemen. En dat klinkt heel ingewikkeld, maar omdat je daar toch al een nutsnode hebt staan, die logica zit gewoon in de nutsnood. Dus op het moment dat je dus een van je zorginstellingen uitkiest en je doet het dansje één keer, dan heb je dus dat dit geregistreerd. En nou, zover zijn we nog niet in de uitleg, maar het mooie ervan is dat dit hoef je maar één keer te doen. En je hoeft daar dus niet één partij, dus of dan wel een VZVZ of een overheid of een trusted third party, te vertrouwen. Want in principe zou elke zorginstelling zou dit kunnen faciliteren. Maar kun je nee, dat eens, maar nou ga ik iets zeggen wat Mark vaak zegt, kunnen we daar niet beginnen? Ik bedoel, ik ben het eens, maar zet dat dan als tip op de horizon. Maar begin even met die koppeldoos van VZVZ en ga dan afspreken met elkaar dat we uiteindelijk toe willen naar wat jij zegt. Prima. Waarom heeft dat jouw voorkeur? Tenminste, want dan, laten we eerlijk wezen, dan geven we eigenlijk een stukje controle uit handen aan een partij die gebonden is door juristen, wetgeving, pilots, et cetera. Terwijl dat we dit dus eigenlijk ook gewoon zelf kunnen oplossen. Wat is wie is dan de die het weggeven? Nuts. Nuts, ja. Ja, maar we zullen uiteindelijk vanuit nuts en hoe goed we ook bezig zijn, separaat en los verbonden, zeg maar zeggen, we zullen ergens een keer de deep dive moeten doen in het systeem. En ik weet niet wat het optimum daarvan is, maar ergens zullen we dat aanhaken toch moeten doen. Een van de redenen dat we nu gezegd hebben van deze attributen gebruiken, is omdat dat dus nu al kan. Dit kan nu al gebouwd worden. Ja, je hoeft niet. We kunnen hier vandaag, of sterker nog, we zijn er al mee gestart. We hoeven op niemand te wachten en dit kan. Dus met elke andere identifier ga je weer moeten wachten. Ja, precies. Ja, ja, ja. Dit is wat nu kan. En de koppeldoos is het toch al, zei Steven net, of zei je dat niet? Nee, dat is nog lang niet. Ze hebben nu toestemming van juristen om het ergens in een hele kleine schaal een pilot te gaan runnen. Okay, dus voordat het helemaal gebouwd is. En als je kijkt architectureel gezien, heb je dus een club tussen zitten. Die dus voor elke login wat je gaat doen, elk verzoek naar van tussen een PGO en een zorginstelling, moet het ding worden bevraagd. Dus ik vraag me sterk af wat daar het grote voordeel van is. Nou, ik weet hoe het werkt. Alleen dat is eigenlijk wat het voordeel is. Is dat de punten die Egbert net inbracht, eventueel dat er opgelost worden, zou ik maar zeggen. Dat je dus een koppeling kan krijgen tussen iemand die wel en iemand die geen BSN mag gaan gebruiken. En dat je dus je pseudonymisering, anonymiseringsprobleem oplost. Ja, maar dat doet dit ook. Ja. Ja, eens. Eens. Dus ik ben het wel met je eens, zodat we op een gegeven moment moeten gaan koppelen aan en de zogenaamde deep dive moeten maken. Alleen ik zou dat wel willen doen voor zaken die echt toevoegen. Dus inderdaad, databases. Weet je, dat zeggen we ook in principe, dat we de registers die autoritair zijn, hè, of die leidend zijn voor bepaalde attributen, dat is volgens mij waar je wilt bij die bron wil je verbinden. Maar registers in het leven roepen, omdat dat dan. Maar ja, en dingen centraal zetten omdat het dan logisch lijkt. Dat, als we daaromheen kunnen werken, doe ik dat liever. Kunnen we jou geen minister-president maken? Nou, die denk ik niet, nee. Nou ja, als jullie allemaal stemmen. Ja, dan, ja, maar we moeten wel verkiesbaar stemmen. Dan denk ik niet dat we dat met 7 anderen die aanwezig zijn. Nee. Okay. Maar even om. We hebben het natuurlijk over vertrouwen en wie geeft wat uit. Om dit voor elkaar te krijgen. Moet je natuurlijk al vertrouwen hebben nu in de gemeente Nijmegen. Hè, want die hebben een van de sleutels. Je moet Privacy by Design Foundation moet je vertrouwen. Want die heeft ook nog eens de route van de hele boom de sleutel. En momenteel is e-mail ook Privacy by Design. Maar stel je zou dat veranderen naar een telefoonnummer. En mobiele providers gaan die dingen uitgeven. Dan moet je dus die ook al vertrouwen. En als een van de partijen niet meer te vertrouwen is, dan werkt het al niet meer. Ja, dus daar zit ook een grote graad van veiligheid in. Verschillende partijen moeten samenwerken en
te vertrouwen zijn. Anders werkt het niet meer. En als je dus dit volledig verplaatst naar een enkel attribuut, dan gaat dat vertrouwen natuurlijk naar minder partijen. Ja, maar mij komt dat ook wel als een nadeel, maar wat je eigenlijk bedoelt is dat het heel goed is, want als je dit wil hacken, dan betekent dus dat je dus drie partijen moet, die moeten dan samenwerken en alle drie niet te vertrouwen zijn. Ja. En anders is het maar één partij die zeg maar, of één ontwikkelaar van één partij die een keertje, nou ja, een keertje zeg maar, ja. Het klinkt in mijn hoofd als in, we hebben grotere trust door er geen trusted third party bij te halen. Ja, wat je dan niet al vertrouwd leggen. En dat doen we met heel veel van die nutscomponenten. Dit zit, behalve dat je misschien de stichting straks moet vertrouwen of een BKI-achtig iets, is de leveranciers moeten elkaar vertrouwen, daarna moeten de zorgaanbieders elkaar vertrouwen en dan moet ook nog eens een geauthenticeerde gebruiker bij zijn, waarbij die identiteit weer uitgegeven is door een andere partij. Namelijk niet de leverancier en niet de zorgaanbieder. Ja. Dus je hebt vertrouwen op zoveel verschillende niveaus en als één van die dingen niet meer klopt, dan heb je geen toegang meer. Ja, dus één rogue partij heeft zeg maar de impact van één corrupte partij is heel beperkt. Want je kunt eigenlijk, in je eentje kun je bijna niks kapot maken, want je hebt een heleboel andere partijen nodig om de boel te frauderen. Dat is de elegantie eigenlijk. Ja. Want je, met één private key die jij beheert, kun je eigenlijk niks. Want er zijn nog vier andere clubs nodig waarvan je ook die private key ter beschikking moet krijgen. Ja. En waarschijnlijk ook nog eens de telefoon van de gebruiker. Ja. Ja. Oké. Okay. Zullen we de flow even afmaken? We hebben net eventjes een lange discussie gehad over welke attributen worden nou gebruikt. Ja, wat doen we er dan mee? En daar komt weer zo'n contractje om de hoek kijken. Waarbij in staat van ondergetekende erkent hierbij en dan de naam van het PGO te gebruiken om data op te vragen. En dus dit is ook een koppeling tussen wat hier nu ondertekend wordt, dat BSN. En welk PGO dan ook nog eens die gegevens mag ophalen. Onder water wordt dan via de nutscomponenten dit ook verspreid, dat contract, naar het specifieke PGO. En dat betekent dat je ook later in het PGO kan zien, oh, dit heb ik hier ondertekend voor die ene zorgaanbieder. En waar leeft het allemaal? Dus hier staat data op te vragen, hier kun je dus scoping mee. Hier kan je scoping, ja. Dus hier kun je ook zeggen van dit PGO, bijvoorbeeld dit PGO hier, of PGO naam, mag bijvoorbeeld alleen bij mijn GGZ-data. En een ander PGO mag bijvoorbeeld alleen bij mijn sociaal domein data. Of toestemmingen beheren, kan ook. Ja, dus je kunt specifieke PGO's introduceren die in een bepaald domein of een bepaalde toepassing werken. En dan vervolgens via dit contractje kun je dus dat PGO ook scope beperken tot alleen maar dat ene stukje. Dat regel je dus ook niet in je PGO, want dat zou raar zijn, want dan zou het PGO zelf die toestemming kunnen regelen, maar dat regel je rechtstreeks. Een beetje zorgenstelling. Ja, en dat is vanaf je telefoon dat je dit ondertekent. Maar is dat een soort interne firewalling, zeg maar? Ja, ja. Kijk, als je dat met je PGO gaat aangeven, zal dat raar zijn. Want dan zeg je, dan laat je dus de PGO, moet je dan vertrouwen dat hij dus inderdaad zichzelf niet meer toestemming geeft. Maar wat je hier kunt doen, dus je kunt je voorstellen dat we straks bijvoorbeeld sociaal domein hebben, medisch domein, toestemmingen verlenen. Nou, wie weet er nog meer dingen. Weet je, allerlei verschillende domeinen. Waarop je dus iets straks met je PGO kan doen. Maar je wilt die misschien niet met al die PGO's delen. Je kan bijvoorbeeld ook zeggen, ik geef PGO alleen maar toestemming om gegevens naar mijn zorgaanbieder te sturen. Dus als jij je Fitbit gegevens in de mail opsturen, dat je daar toestemming voor geeft. Ja, maar je PGO mag niks opvragen. Ja. Maar dat is op zich wel interessant, denk ik, nog eens om met die jongens van Ivido nog eens te praten. Want die hebben natuurlijk ook een architectuurplaat aan de achterkant van hun PGO. En ik weet het niet zeker, maar ik dacht dat zij daar net iets verder in gingen als wat jij nu zegt, Steven. Ja, dat kan. Kijk, we hebben natuurlijk wel. Het is wel belangrijk om die. Dit doe je natuurlijk op landelijke schaal. Binnen één applicatie kun je vaak heel ver gaan, omdat dat precies mapt op hoe je applicatie werkt. Op het moment dat je twee PGO's naast elkaar zet, zul je al merken dat je een deel van die scoping zal afvallen. Weet je, de een heeft geen agenda, de ander wel, en de ander heeft wel chat of niet. Maar uiteindelijk blijft er een soort gemeenschappelijke delen over. En daarom is het ook wel leuk dat we heel veel PGO's hebben die nu met nuts meedoen. En natuurlijk, dit moet met mij worden overlegd. Dan hoop je natuurlijk op een gegeven moment een set over te houden die voor iedereen van toepassing is. En dat is voor mij het niveau wat je hier wilt gaan instellen. En in welk jaar leven we dan? Tijdpad bedoel je?
Nou, 2019 hoop ik. Nou kijk, het was het mooie op zich. We hebben hier versie 1 staan. Op het moment dat het blijkt dat we dus meer scoping nodig hebben. Of meer dingen willen toepassen. Dan zet je hier geen gegeven moment versie 2 neer. En dat betekent bijvoorbeeld dat hier andere dingen kunnen komen. Ja, maar versie 2 zegt dan ook in hoeverre versie 1 rijdt nog. Ja. En even voor mijn beeld, waar leven die digitale contracten, begrijp ik het goed, in de nutsnode die in alle applicaties kan zitten? Ja. Ja. Dus in dit geval wordt het contract opgeslagen in de nutsnode van deze, van dit EPD. Ja. Een van de extra zaken die je zou kunnen selecteren als je daar in de user interface van de zorgaanbieder zit, is dat je zegt, deel dit contract met de andere aanbieders binnen mijn zorgnetwerk. En als je daar dan voor kiest... En datzelfde geldt richting het PGO. Je zou hem ook aan het PGO beschikbaar kunnen stellen. Ja, die gaat er standaard bij zitten. Oh. Gaat automatisch doen. Ja. Want wij vinden van net zoals als je toestemmingen geeft, dan moet dat eigenlijk ook meteen naar het PGO gecommuniceerd worden. Nou, dus dit gaat ook vanuit de nutsnode een trigger worden binnen die zorgaanbieder van er is nu een PGO aan deze patiënt gekoppeld. Welke toestemmingen zijn allemaal afgegeven vanuit deze zorgaanbieder? Die worden dan ook meteen gedeeld bij het PGO. Ja, precies. En ik neem aan dat daar zit ook iets in dat je zo'n contract in kunt trekken. Zeker. Ja, dat is een volgende versie van het contract. Dat zou wel goed zijn, denk ik, als je dit soort platen maakt. Om dat verhaal nog ergens te visualiseren. Van dat je ziet van hoe dat het dan gaat leven en welke controle je dan vervolgens weer krijgt. Ja. Dat wordt nu gedaan volgens mij, want dat was de opdracht die ICTU zichzelf heeft gegeven om dit te visualiseren in een user flow. We hebben dat gepitcht, dus even terug naar de aanleiding. Op verzoek van ICTU en een proces wat in de Achterhoek speelt, geloof ik, hebben wij dit gepitcht. Toen eindigt dat met, oké, interessant als alternatief voor die trusted third party oplossing. Het zou handig zijn als we het visualiseren, zodat gebruikers ook snappen door welke flow ze heen moeten om dit dan toe te passen. En volgens mij hebben ze nu iemand gevonden bij ICTU die dat gaat doen. Ja, dat is mooi. Ik zou het maar rijken over van de week. Eigenlijk het geslachtoffer. Ja, ze wilden ons pompen, maar we zeiden ja, dit is volgens mij niet iets voor nut, zeg maar. Dit moet je volgens mij dan als leverancier of organisatie heb je daar belang bij. Dus teken dat maar uit. En wij faciliteren wel in conceptualiteit en hoe we denken dat het infrastructureel moet gaan werken. En dit digitale contract, dat is inderdaad dat wordt opgeslagen bij de nutsnode. Dus als hier later vanuit van het PGO een request komt naar het ECD, dan wordt onder andere gekeken of het contract van toepassing is. Maar andersom geldt het natuurlijk ook. Op het moment dat jij bij het EPD of het ECD hier iets doet, en hier staat bijvoorbeeld in van ik wil ook notificaties ontvangen van wijzigingen in mijn agenda. En dit is mijn PGO, dan kun je dit ding ook gebruiken voor subscripties en voor notificaties. En dat is natuurlijk een groot voordeel ten opzichte van dat je dit bezig gaat bijhouden in bijvoorbeeld een centraal systeem. Want ja, dat ding ga je niet met elke agendawijziging ga je daar een request naartoe doen. Ja, dus er kan ook bestaan data opvragen, maar notificaties ontvangen. Notificaties ontvangen, ja. Dus dit is echt een soort subscriptie. Vanuit een PGO op een EPD. Kijk, het is natuurlijk ook ondertekend met jouw persoonlijke attributen. En omdat het gedeeld gaat worden met het PGO zelf, betekent dat je het één keer hebt geregistreerd bij een zorgaanbieder, maar dat je hem daarna kan gaan onderhouden vanuit je PGO. Want elke volgende versie kan je gewoon met dezelfde attributen ondertekenen. En even een vraag aan jou, Wout, over die PGO. Want jij zegt steeds PGO en dan klinkt het als de PGO, maar dat is natuurlijk niet de PGO. Afhankelijk hoe je kijkt zijn het de 2, 4 of 66. Ja. Gaan zij dan dus allemaal, zou ik maar zeggen, inderdaad meedoen en eigenlijk zo gemakkelijk als jij erover praat, hier ook gewoon aan meedoen? De PGO's, dat weet ik niet. Kijk maar, wat wij proberen te doen vanuit Nuts is, er zijn bepaalde problemen en wij denken van, nou, volgens die decentrale architectuur en volgens contracten en dergelijke kunnen we op deze manier oplossen. We zullen ook een voorbeeld PGO bouwen waar die alleen maar toestemmingen kan beheren. Ja. Die stellen we weer open source beschikbaar. En wij hopen dan dat andere PGO's zullen zeggen, goh, dit is best wel handig en dit gaat werken. Aan de andere kant zijn we natuurlijk met MapMe bezig om te kijken van, goh, is dit een optie zodat het afsprakenstelsel wellicht aangepast gaat worden en dat je ook andere middelen kan gebruiken. Dus we hebben zometeen een demo EHR en we hebben een demo PGO. Ja, en die gaan allemaal samenwerken. Ja, dus als je wat Steven liet zien in de ERR, als je daar je sociale netwerk deelt,
Dan zou je dat in een andere ERC zien. En dan krijgen we de voorbeeld PGO. En daar zal in staan, koppel met dat demo EHR. En dan zal je daar die toestemming in terug zien komen. Eigenlijk bouwen wij zoals een soort ideale wereld hoe het zou moeten zijn allemaal, toch? Ja, en best wel een deel is daar al van gebouwd. Dus dat scheelt dan ook weer. Hoef je niet allemaal opnieuw te doen? Nou ja, dat hebben we de afgelopen maanden gedaan. Dus. Ja. Mag ik wat vragen? Ik werd even getriggerd door het stukje notificaties. Wat je hier ook goed mee op kan lossen. In het project KoppelMij, waarin we zeg maar de koppeltaal use cases als een soort add-on voor MetMij ontwikkelen. Samen met onder andere ook MetMij zelf. Is notificaties een van de belangrijkste functies. Dus MetMij gaat dat nu dus ook uitdenken. Wie van MetMij is hier nu bij betrokken? Johan, zei Hobelman? Ja, die hebben we in ieder geval gesproken. Die is hier redelijk van op de hoogte. Ja. We hebben Paul Luttinghuis over gesproken. En we hebben binnenkort zitten we met Mark Elsgeest, was het? Ja, eind juni volgens mij. Ja. Oké, mooi. Ja. In KoppelMij heb ik Paul inderdaad in het team zitten. En aan de andere kant Theo Stolker van Vitalhealth voor Koppeltaal. Ja, oké. Okay. Ja, we kunnen hier gewoon bij. Dit staat bij de documentatie, toch? Ja. Kijk, hoe wij erover denken is... Kijk, we hebben hier die toestemmingen. Daar staat bijvoorbeeld in dat je abonnementen mag gaan aanmaken. Maar dat is dan wel zaak tussen het PGO en de leverancier van die zorgaanbieder. Ja. Nou, daar zit Nuts natuurlijk weer niet tussen. Want als er dan een notificatie is, ja, dat gaat niet via Nuts-componenten. Nee, dat moet rechtstreeks. Wat we wel nu kunnen zeggen is van, hey, stuur alleen maar metadata op. Zodat je altijd een actieve gebruiker moet hebben om gegevens op te halen. Ja. Dus je kan niet in één keer vanuit een notificatie, tenminste dat denken wij, de inhoudelijke gegevens gaan oversturen. Omdat je dan geen goede logging hebt over wie die gegevens gaat inzien. Ja. Mag ik nog een vraag stellen over dat digitale contract, Nout? Want je geeft daar aan van wat er dan vervolgens is toegestaan. Hoe weet je wat je daar in kunt vullen? In de zin van, zijn daar afspraken over van wat daar de opties zijn die in digitale contracten komen? En hoe herkennen systemen dat? Ja, deze contractjes hier, die zijn onderdeel van, die specificeren we. Dus dit is, we hebben er nu drie. We hebben de NLPGO-login, de PGO-link en dat contractje wat ik net liet zien. En dat zijn soort templates en de data die hier ingevuld kan worden. Dus de velden die beschikbaar komen worden, dat zullen onderdeel worden van de NUTS-codestelsel, om het maar zo te noemen. Waarbij je een soort leesbare taal die in een contract vastpast en waarschijnlijk een code die dus door de systemen begrepen gaat worden. Die we zoveel mogelijk proberen te baseren op dingen die nu al bijvoorbeeld in Fire of bij de NICTIS staan. Ja. En op basis van de use cases gaan ze gewoon uitgebreid worden. Ja. Ik zou daar nog wel graag wat meer over willen weten, over hoe dat het zit en wat je daar dan nu voor gebruikt. Want ik heb het gevoel dat een heleboel van die dingen die we nodig hebben, er eigenlijk nog niet zijn. Nee, klopt. Even kijken. Want als je dan gaat kijken naar de... Eentje erboven, loggingcontract. Ja, loggingcontract. Hier staat het verhaal over verschillende partijen. Kijk, dit zijn zeg maar contracten, dus je kunt ook verschillende talen kun je natuurlijk gebruiken, want... Uiteindelijk willen we dit ook in het Engels bijvoorbeeld kunnen aanbieden. En even kijken. Hier hebben we dingen als purpose, scoping. En hier wordt verwezen naar bijvoorbeeld purpose of use. Dus hier staan, dat zijn bijvoorbeeld wel fire tabellen waarbij via die terminologieën dat je kunt zien van wat is het dan bijvoorbeeld voor een bepaalde operatie of een... Dus hier proberen we zeg maar op in te haken. Maar het zou best wel kunnen dat dit niet volledig genoeg is, of dat hier een heleboel dingen in zitten die in de nutstoestanden niet bestaan. Maar ja, dat is het idee. Dus we proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande stelsels. En wat wel belangrijk is dat zeg maar, niet iedereen moet zeg maar, deze stukken tekst gaan bedenken of genereren of intypen. Dus we hebben hier bepaalde nutscomponenten voor die dit genereren. Dus dan stop je een aantal parameters in en dan komt het contractje, komt de kant-en-klaar uit. En die kan dan naar de telefoon door en die kan worden ondertekend. Ja. En aan de andere kant, als je dit ding wil laten valideren, dan stop je hem weer in hetzelfde component en die zegt, oh ja, hij is wel of niet geldig en hij voldoet wel of niet aan die. Dus we maken bouwstenen die dit netjes leest en schrijft.
Ja, ik ben alleen op zoek hoe dat dan aansluit bij alle andere dingen van waar geef je toestemming op en dat soort zaken. Daar lopen natuurlijk ook een aantal andere landelijke programma's voor. Ja, nou, het mooie vind ik zelf, zoals we denken dat het zou moeten werken, is dat het niet zo heel veel uitmaakt wat daar wordt bedacht in die landelijke programma's. Als daar op een gegeven moment iets uitkomt, dan maken we hier versie 2 van en dan komt dat zeg maar hierin te staan en accepteren we dat. Ja. Ja, dus je hebt een placeholder voor, hoe zeg je dat, iets waar je kunt zeggen van waarover het gaat. Juist, ja. Oké. Mooi. Ja, nou, als uiteindelijk natuurlijk dat contract bekend is, we hebben net al gezegd van dan wordt het verspreid waar je dat heen wil hebben. En er wordt natuurlijk in het EPD zelf een link gelegd tussen die attributen die net zijn afgegeven en deze en dus welke patient records erbij horen. En dat lijstje wat jullie net lieten zien, is dat dan wel iets wat ergens centraal beheerd wordt? Of hoe gaat dat dan? Welk lijstje bedoel je dan? Nou, dat lijstje waar die contracten staan, want jullie net zo'n overzicht zien van... Oh, die niet. Ja. Dus de contracten... Ook contracten, een gedistribueerd concept. Kunnen die gewoon, kan iemand die maken en die kunnen op bepaalde plekken wel en op andere plekken niet leven? Nee, in principe zijn ze overal bekend. En die contracten stellen we op als community. En als er dus een nieuwe versie van de nutsoftware uitkomt, dan zullen die nieuwe contracten op alle nutsnodes bekend zijn. Waarom is dat... Mag ik een kritische vraag stellen van op andere plekken zeg je van... we willen het niet centraal. En het klinkt alsof je dat hier wel doet. Terwijl ik denk van, het zou hier dan toch ook niet nodig zijn? Nou, de opslag van een ingevuld contract is decentraal. De standaard. Weet ik. Maar het, ja, precies, maar de template, dus het feit dat het contract, zeg maar, het nog niet ingevulde contract, die zijn overal bekend. Maar het opgeslagen contract met dus, nou ja, wat dan precies, door wie je ondertekent, dat wordt alleen opgeslagen bij de partijen die betrokken zijn bij de zorg. Ja, maar ik zou me een concept voor kunnen stellen waarbij je zegt van ik heb een digitale manier om een contract vast te leggen. Mm-hmm. En ik heb blokken waar ik naar kan verwijzen van wat ik in die contracten kan gebruiken. Zonder dat je dat hoeft te benoemen in je contract zelf. Nou, ik denk dat niet kan. Dit is wat je op je telefoon ziet. En dit is waar je als gebruiker mee akkoord gaat. En volgens mij juridisch gezien mogen daar geen verwijzingen in staan. Want dan weet je niet waarmee je akkoord gaat. Dat is net zoals als je uiteindelijk digitaal gaat ondertekenen welk specifiek consent je afgeeft, dan moet dat de volledige lijst zijn met het specifieke consent. Je kan niet zeg maar iets digitaal ondertekenen waarin het staat mijn medische gegevens. Dat snap ik nou, maar dat doe je volgens mij door op het moment dat je hem ondertekent, dat zet je in dat contract op te nemen. Dan bevries je hem, want anders, als je alleen een verwijzing opneemt, dan ben ik met je eens, want dan kan als die verwijzing verandert eigenlijk je contract zonder dat je dat weet. Ja, ja. Dat willen we allemaal niet. Dus, ja. Oké. Okay. Ja, dus er zit nog natuurlijk wat hier anders is dan bij de toestemmingen, waar je ook heel dingen specifiek op vraagt, is natuurlijk dat je als patiënt/burger zijnde, je vraagt natuurlijk wel je eigen gegevens op. En dan heb je namelijk veel ruimere rechten dan dat je specifiek toestemming moet geven wat er tussen verschillende zorgaanbieders over de lijn mag. Want het kan best wel zijn dat het gros daarvan gewoon een statische set is. Dan kijk je naar soepregels, dan mag je maar 2 van de 4 letters mag je krijgen. Metingen mag je ook weer alles van krijgen. En zo zijn er best wel al wat dingen bekend wat je wel mag weten en wat je niet mag weten. Werkaantekeningen, ja, die ga je nooit krijgen. Punt. Ja, dus omdat jij patiënt bent, is er al heel veel bekend wat wel en niet mag. Oké. Okay. Dus dit was het maken van de koppeling. We hebben het er best wel lang over gehad. Waarschijnlijk zal de geoefende gebruiker dit in 15 seconden kunnen doen. Dus op de telefoon klik, 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 klaar. Anyways. Om nu gegevens op te gaan halen, is het de bedoeling als je in je PGO inlogt of je bent al ingelogd, is dat je daar eigenlijk het digitale inlogcontract moet ondertekenen met exact dezelfde attributen. Want in nutstermen, het digitaal inloggen, dat is dus het ondertekenen van een contract, een zero knowledge proof, en dit kan je meesturen in jouw data request naar het systeem van de zorgleverancier, de zorgaanbieder.
En dat contract wordt dan aan de andere kant gevalideerd en gelinkt aan dat andere digitale contract wat al bekend was. En op die manier krijg je dus het BSN en kan je dus de juiste gegevens tonen. Ik weet niet of we dat inlogcontract al een keer besproken hadden. Dat is iets wat je wel elke gebruikerssessie moet doen. Het PGO zelf kan ervoor kiezen om eerst een login te doen met gebruikersnaam wachtwoord en daarna zeg maar te upgraden naar het digitale contract. Je zou ook kunnen zeggen, je logt gewoon in met dat digitale contract. En daarmee kan je via het netwerk al je gegevens ophalen. Een van de dingen die daarin staat, is weer dezelfde naam van het PGO. Dat is ook iets wat terug gaat komen in de onderliggende verbinding. Om in ieder geval ervoor te zorgen dat dit contract niet door een andere partij weer hergebruikt wordt om gegevens namens jou op te halen. Ja, maar je stuurt het hele ontekende ding op naar je EPD. En dan wil je natuurlijk niet dat het EPD op een gegeven moment zegt, oh, dus met dit contract hier kan ik gegevens ophalen bij een EPD. Dus kan ik dan dat contract gewoon in een verbinding zetten en vervolgens naar een andere EPD dat sturen? Nou, dat kan dus niet. Want alle lijnen tussen verschillende systemen zijn getagd met, de partij die zeg maar, het verzoek doet, om het zo te noemen. En als dit naampje in dit contract niet overeenkomt met de naam in die verbinding, dan is het niet geldig. En dat is weer een stuk security check die een nutsnood voor je zal doen. Ja. Ja, en er zit natuurlijk ook een geldigheidsduur aan, dus dit PGO kan niet zeg maar volgend jaar nog steeds met dit ding een verzoek doen. Want ondanks dat dit hele contract nog steeds valide is, is het niet meer geldig. Ik weet niet of dat logisch klinkt, maar ja, dus je hebt gewoon verschillende lagen. Dus het is, zeg maar, de handtekening is digitaal of is cryptografisch correct, maar de inhoud is niet meer van toepassing. En ditzelfde dingetje wat je hier leest, in een iets andere versie heb ik net gebruikt om in te loggen op dat demo EPD. Of ERR. Ja. ja, dus inderdaad, dat tijdstip is heel belangrijk. Heb je een heel simpel PGO die simpele gegevens ophaalt, dan kan je het natuurlijk best wel ruim zetten. Ga je hele gevoelige medische gegevens of sociale gegevens ophalen, dan wil je het misschien wel heel erg beperken. Wie bepaalt dat? Dat, weet je, dat kunnen natuurlijk, daar kunnen richtlijnen voor opgesteld worden, dat je kan gaan koppelen aan type gegevens. Daarnaast is het natuurlijk aan het PGO zelf om te kijken van hoe ruim wil ik mijn sessies hebben. Ja, ik zou zeggen, bij voorkeur, weet je, nutsrijf verder op die tijdstippen op dit moment niks voor. Omdat dat veel te diep gaat op welke data gaat er overheen. Die is use case specifiek. Ja, maar ik zou eigenlijk het liefst zou ik hebben dat met mij hier bijvoorbeeld afspraken over maakt. Dus dat je zegt voor deze scoping, als jij als PGO deze scoping, deze toestemming hebt, dan dat is zo gevoelig, dat is maar een uurtje of een half uur. Of, en als het bijvoorbeeld alleen maar gaat over het beheren van toestemmingen, ja, weet je, dan mag die best wel een week openstaan of zo. Oké. Bij wijze van. Bij wijze van, ja. Toestemming trouwens, maar goed. Ja. En heb je dan een soort wishlist van dit soort dingen met dat gesprek waar je net aan refereerde met mij, met Mark en die architect en zo, zeg maar? Ja. Oké. Staat die ook online ergens? Sorry, wat specifiek bedoel je? Talking points bedoel je? Of, talking points, agenda, wishlist, whatever. Maar... Nee, het was wat we met ICTU besproken hebben, was dit onderdeel van een aantal andere punten. Maar dat was gewoon de plaat. De nuts met mij plaat was het agendapunt. En daar hebben we ook gewoon dit uitgelegd. Nee, dat begrijp ik. Maar ik hoorde net volgens mij dat we binnenkort nog met mij gaan praten met de architect. En eventueel ook de programmamanager of zo. Ja, volgens mij eerder met de programmamanager en met de architect is mijn gevoel. Yeah. 1 juni. We zijn uitgenodigd als nuts om met mij te gaan praten. Toen heb ik gevraagd waar wil je het dan over hebben. En het voelde meer als van hoe kunnen wij als zijnde twee entiteiten elkaar versterken in plaats van misschien elkaar in de weg lopen. Zo, dat was volgens mij de essentie die ik uit de uitnodiging haalde. Dus het zit volgens mij veel meer op wat willen we bereiken dan op wat zijn we exact aan het doen. Ja, ik heb het gevoel dat hier parallel aan nog wel, zeg maar, dit wordt uitgewerkt als een van de alternatieven. Ja, dat betekent u wel blijkbaar. Ja, en ik weet niet hoe dat proces op een gegeven moment zal daar iets uit gaan komen, advies of en iemand moet daar weer een klap op geven. Dus ik heb, om eerlijk te zijn, heb ik niet echt scherp wat daar de tijdspaden in zullen gaan worden.
Ja, maar wij kunnen natuurlijk, dat begrijp ik allemaal, maar wij kunnen natuurlijk wel, want ik hoorde jou net iets zeggen, ik ben nu even het punt kwijt, maar van dat nemen we mee, zeg maar, dat moeten we nog met Nuts bespreken. En toen dacht ik, dan is het misschien goed om een soort van de agenda of de meeting points op te schrijven, van wat gaan wij dan inbrengen en vragen aan hun, wat zij met ons willen. Ja, maar ik denk dat dat gesprek meer gaat over proces en inderdaad wat hebben elkaar te bieden dan inhoudelijk van hoe ze zitten in elkaar. Ja. Wat zeker interessant is, dus daar moet misschien een vervolg op komen dan. Ja. Kijk, de vraag is natuurlijk ook heel sterk, kunnen we dit bijvoorbeeld al in productie krijgen zonder dat het onderdeel is van het MapMyStelsel? Dus zijn er PGO's, zijn er ECD-leveranciers of zijn er zorginstellingen die het oké vinden als het op deze manier gaat? Zonder dat het onderdeel is van MapMy en kunnen we het op die manier laten zien? Ik denk dat dat namelijk een van de belangrijkste zaken is. Laten zien dat je dit kunt bouwen en dat het ook werkt, dat gebruikers het snappen. En misschien wordt het, ik verwacht eigenlijk dat eerder van toepassing is, dat MapMy zegt dit gaan we doen. Ik heb wel het gevoel dat zij heel lastig vinden om bijvoorbeeld voor een technologie als Irma te kiezen en daar meteen ook anderen niet zeg maar mee uit te willen sluiten. Precies, volgens mij willen zij juist niet kiezen. Zij willen niet kiezen inderdaad, ondanks dat het een protocol is. In plaats van dat het een partij is, want dat is vaak nog een beetje de verwarring, lijkt het dat ze daar nog heel voorzichtig in zijn. Wat ik aan de ene kant snap, maar aan de andere kant natuurlijk, als we daarop gaan wachten, dan gebeurt er niks. Dus ik zou het heel fijn vinden of heel mooi vinden als we op een gegeven moment dit in een bepaalde proeftuin kunnen aantonen en kunnen bewijzen. Ja, dus dat is misschien meteen een mooie oproep. Want we kunnen natuurlijk vanuit het concept van niet een PGO, maar vanuit een portaal, kan het gewoon bewezen worden natuurlijk. Ja. Maar vanuit die proeftuinen die er nu spelen en ook zeg maar even waar nu allerlei dingen en subsidies voor zijn, zou ik zeggen, kunnen we dit dan, deze oproep die jij net doet, maar dat kunnen we dan dus mooi meenemen, toch? Exact. Nou, dat is precies ook de reden waarom we vanuit Nuts ook al een aantal weken aan het roepen zijn richting zorgaanbieders die in de VVT zitten en zich gaan inschrijven voor die inzichtregeling, neem bijvoorbeeld van e-overdracht ook gewoon een PGO mee. Ja, precies. Daar zijn we nu ook over in gesprek om die alsnog mee te nemen, want je hoeft het niet te doen, maar je hoeft het ook niet te doen, zeg maar. Precies. Ja, die precies. Dingen zijn nu echt gescheiden in die proeftuinen, maar je ziet wel dat als je een dergelijke opzet gebruikt, dat ze elkaar eigenlijk juist heel mooi aanvullen. Precies. Dat hoop ik wel, ja. Ja. Dat was volgens mij het hele idee, toch? Ja, precies. Ja. Het lijkt zo logisch, maar ja, toch, zo wordt er niet over nagedacht. Omdat het twee verschillende programma's zijn. Precies. Het zijn twee verschillende programma's. En voor die proeftuin is het natuurlijk juist als proeftuin gekozen blijkbaar om allerlei dingen te knippen in percelen en kavels en onderdelen en nog dan erop. Maar er is geen verbod op om aan de achterkant zeg maar, die onderdelen weer wat meer naar elkaar toe te schuiven. Zeg maar goed, ja. Exact. Zo zien wij het dan. Ja. Oké. Okay. Zijn er nog vragen op deze plaat? Of moeten we hier nog een keer iets in de vervolg mee of zo? Is daar behoefte aan vanuit de community? Nou, wat we sowieso gaan doen. Kijk, het was aan ons gevraagd om deze plaat op te stellen. Ja, dan hebben we hem dus nu ook maar gedeeld bij de documentatie. We zijn nu bezig met het toestemmingsgedeelte. En hopelijk kunnen we later in het jaar ook zo'n open source demo, PGO publiceren waarbij je toestemmingen kan beheren. En daar zal dit natuurlijk in terug gaan komen. Ja. Oké. Okay. Even een korte vraag. Hey. Ja, ik kan vaak pas om 11 uur aanhaken, dus fijn dat deze meeting zo lang duurt. Oh, burn. Zijn er PGO's? Want er zijn natuurlijk in de Nuts community Ivido en Culi heb ik voorbij zien komen. En ik weet dat Zorgkluis, als die nog bestaat, als PGO ook erg intensief bezig is met nadenken over Irma. Zijn er al PGO's die voor dit model interesse hebben om daar een pilot mee te doen? Geen idee, dat is volgens mij precies de oproep. Deze plaat bestaat nu 2 weken of zo, denk ik. Ja, maar nog geen contact geweest met Culi of Ivido, want die zitten volgens mij ook in de Nuts community, toch? Ja, het werkt andersom eigenlijk, hè. Kijk, dat is misschien een beetje grappig. Op een gegeven moment is het ook natuurlijk wel een leverancier zelf om ook de bal op te pakken. Dus ergens als Nuts zijn we natuurlijk heel erg faciliterend bezig. Volgens mij willen we met elkaar een aantal mooie dingen realiseren. Ik ben soms ook wel zoekende, zeg maar, hoe we dan die partijen dan weer
gemotiveerd krijgen om er dan iets mee te gaan doen. En we zijn nu in gesprek met Ivido en ik heb hem een kwartier geleden even doorgestuurd om te zeggen van joh, als we dit nu toch gaan doen met die moestuin en jullie doen mee, want die wilden ook met ons wel meedoen, zeg maar even. Dus heb ik letterlijk nu net gezegd, we zijn nu een interessante architectuurplaat van Nutsam te spreken, kijk er even naar. Goed bezig, wel. Kijk, dit soort dingen, dat hebben we nodig. Ik dacht er zelf ook aan Ivido, omdat we regelmatig met Tristan, gasten van Ivido, contact over Irma. Omdat we ook wel alternatieve routes voor de DigiD-route willen voor ons willen zien. Even aan ons koppelen, want... Dus Ivido lijkt me wel heel prettig als die hier ook bij betrokken is. Ook omdat ze ook bezig zijn met alternatieve voorstellen richting met mij. Dat het een beetje synchroon loopt. Misschien... Ja, cool. Ja. En het is natuurlijk maar een voorstel waarvan wij gedacht hebben van nou, dit is goed qua privacy, gebruiksgemak en al dat soort zaken. Maar als iemand een veel beter idee heeft, dan horen we natuurlijk altijd graag. Ja, toets hem even aan de uitgangspunten en maak een mooi tekening. Precies. Want dat zo is het natuurlijk ook, hè? Want het is een, we zitten hier heel erg te zenden, maar als je inderdaad een mooi idee hebt, dan je bent net zo goed in. Ja, ik heb nog wel wat vragen, maar die zal ik buiten de meeting stellen, omdat ik zelf niet super technisch ben. Maar wij kunnen ziekenhuizen moeilijk motiveren om, tenminste het zal nog even duren, om ziekenhuizen te motiveren om Irma toe te gaan passen als alternatief of naast DigiD. Maar het BSN-nummer, dat is wel een attribuut wat meegegeven wordt naar de zorginstelling, toch, in dit model? Ja. Misschien goed om hier nog even te benadrukken dat uiteindelijk moet jij dus als gebruiker moet je identificeren met je BSN. En hoe dat ding hier komt, dat is eigenlijk niet zo van belang. Dus als dat een vertrouwde weg is, dus via DigiD of Irma of iets anders, hè, aan de balie, bij wijze van spreken. Dan, ja, daar zit juist het probleem natuurlijk, dat al die privacy en security officers alleen maar willen gebruiken wat Binnenlandse Zaken voorschrijft. En dat is DigiD. Dat is het mooie van hoe we het dus nu met elkaar doen, is we gaan dit gewoon proberen, we gaan het opstarten her en der. Wellicht dat ziekenhuizen niet de eerste partijen zijn, die zullen veel meer op de regulering zitten en zo. En als het dan wel geadopteerd wordt en BZK zegt, we vinden het eigenlijk wel een goed idee, we zetten een paar zuilen neer in het stadskantoor, zodat je die dingen op het juiste niveau kan ophalen. Ja, dan zijn ze misschien wel veel coulanter en zou ik ze gewoon laten dus gaan proberen. Ja, want wij starten voor onze Irma-inlog ook bij een wat grotere huisartspraktijk. Voor een inlog op het patiëntportaal met je Irma-attribuut. En met dat succes hopen we dan ziekenhuizen te overtuigen om ook dat te gaan toepassen. En zelfs dus Irma... ze zullen toch gaan wachten op bepaalde juridische rapporten of een signaal van BZK of zo. Ja. Maar ja, die gaan ook niks doen als we niet bewijzen dat het werkt. Precies. We zien nergens dat kan, zeg maar. Ja. Ik zal vragen of Tristan ook bij die meeting met mij wil aanhaken. Ja, oh tof. Ja, graag. Oké, dank je. Nou, volgens mij zover deze plaats. Yes. Kan ik er weer uit? Ja. Ja. Hey, hebben we weer beeld? Ja, we zijn er weer. Misschien dat Mark zich nu kan posten. Ja, Mark. Heb jij al audio? Of Mark Meermans? Nee. Sorry, nee. Zegt, je werkgever heeft je... Nee. Ander keertje. Ik kan misschien iets zeggen. Mark is van de Heer Software. En de Heer Software en Nedap en Nuts hebben. En Gigamedica hebben elkaar vorige week ontmoet. Was het deze week nog, Mark? Niet eens meer. Vorige week, hè? Ja. En voor de eerste kennismaking. En toen gaf Mark aan van, goh, interessant, ik wil er wat meer over weten. Ik sluit aan tijdens de maandmeeting. Goed gedaan? Ja, oké, cool. Update Nuts use cases. Mark en Tim. Nou, ik zou eigenlijk liever, maar ik weet niet of Jos er nog is. Hey, Jos, kan je iets vertellen over jullie use case die aan het uitwerken zijn, waar je mee bezig zijn? Als een korte update. Oh jee, uit aan. Jos? Ja? Zo. Ja? Nee, ik was even weg. Er werd hier een stroom vervangen, dus ik moest even opnieuw. Oké. Je bent de vraag gemist. Even opnieuw. Zou je iets kunnen vertellen over de use case waar jullie mee bezig zijn, het care sharing?
Jazeker. We zijn nu met name bezig naar te kijken naar de fire resources eigenlijk die we uit willen wisselen. Daar hebben we een lijstje gemaakt en daar zijn we met, nou ja, met iemand van Nederland aan het kijken van ja, waar willen we mee starten en wat daarvan is al beschikbaar. Het is nu zo dat het met name gaat om het krijgen van de, in dit geval wel vanuit NEDAP, het krijgen van de resources. Dus voor ons het ontvangen. Het zou mooi zijn als we op een gegeven moment ook het omgekeerd kunnen doen, hè, dat wij ook kunnen versturen, zodat, nou ja, zodat het omgekeerd door NEDAP ook ontvangen kan worden. Dus dat is eigenlijk het voornaamste waar nu aan gewerkt wordt. En gelukkig kunnen we... Zijn eigenlijk in Simplify staan eigenlijk wel zijn de resources eigenlijk al goed gedocumenteerd die we nu willen gaan gebruiken. Dus het lijkt er niet op dat we nu nieuwe moeten gaan maken. Dus dat is op zich wel fijn. Dat scheelt denk ik wel aardig wat werk. Ja, dus dat is eigenlijk het voornaamste nu. Oké. Ja, dan gaat het dus ook over het ophalen van de dossierinformatie van patiënt of cliënt in de thuiszorg. Ja. En die worden dan ingezien door de huisarts. Ja, de huisartspraktijk ondersteunen, ja, precies. Ja. Oké. Mooi. De andere use cases zijn volgens mij product dat NEDAP voor de huisarts heeft, maar dat hetzelfde concept. Ja. Dat is misschien nog even goed om te melden. We hebben voor die twee use cases, kijk, want nu heeft alleen de huisarts heeft toegang. En de rest van de praktijk nog niet. En die hebben geen HGB-code. Precies, en vanuit Nuts hebben we nu een stukje software klaarstaan. Dat staat in test. Waarbij de huisarts eigenlijk ook het HGB-attribuut kan geven aan andere praktijkmedewerkers. En we hebben ook de vraag uitgezet, in ieder geval bij één huisartsenpraktijk, van goh, is dit er nog verschil in wat verschillende praktijkmedewerkers met verschillende rollen mogen inzien? Volgens de beste man was daar eigenlijk geen verschil in. Dus eigenlijk ook een oproep naar jullie van, goh, wat weten jullie daarvan binnen zo'n praktijk? Dat is onderdeel van het team van die huisarts. Zit er nog verschil in wat die verschillende rollen mogen inzien qua gegevens? En we denken dan voornamelijk aan de POH, die waarschijnlijk geen BIG-registratie heeft. Maakt dat nog uit of die dan wel of niet medische gegevens kan inzien? Het idee is dat we ook de uitgifte van dat AGB-attribuut aan de praktijkmedewerker, dat we dat vrij snel in productie kunnen gaan zetten. In ieder geval voordat Vectis de uitgifte van de AGB-attributen gaat overnemen. Want dan denk ik dat het dat gaat vertragen. Dus dat ter info. Ja, helemaal goed. Alright, cool. Volgende punt. Nuts organiseert sessies. Ja, dat hebben we de vorige keer ook aangekondigd, dat we een aantal bijeenkomsten zouden plannen en een aantal workshops. Die zijn inmiddels gepland. Ik weet niet of iemand daar nog vragen over heeft, maar we hebben in ieder geval over 2 weken, dat we het echt ook al over hadden, zijn er eigenlijk al 2 sessies. In de ochtend is er een workshop, Minimal Viable Infrastructure, hebben we die getoond. Vanuit Nuts heeft een beetje focus op het inzichtprogramma, dus de modules e-overdracht en PGO. Omdat we daar concreter willen gaan kijken met leveranciers. Van wat is nou, hoe kun je nou voor jou de use case verbinden aan wat Nuts dan beschikbaar stelt? Eigenlijk wat we net ook over hadden. Dus dat zijn we aan het doen. Daar hebben we nu best wel een aantal inschrijvingen op binnen. Mocht iemand daar nog bij willen zijn, dan kan dat nog steeds. Want het is ook interessant als jij geen leverancier bent in de langdurige zorg, want deze 2 use cases gebruiken we alleen als scoping. Uiteindelijk kijk je gewoon naar welke nutsonderdelen heb je daar gewoon voor nodig, hoe ver zijn die, wat kan je al gebruiken en wat moet je nog even tijdelijk op een andere manier oplossen. Dus als je het interessant vindt, wees welkom. In de middag hebben we dan de workshop bij ProMedico over multidisciplinaire communicatie. Even kijken, hoe gaat het daarmee, Egbert? Vooral aanmeldingen hebben we daarvoor binnen. Kun je daar iets over zeggen? Dan moet ik even op mijn knopje drukken. ik denk dat ik iets van rond de 6-7 aanmeldingen nu heb van verschillende partijen. Ja, dus oké. Okay. Dat loopt goed. Er zijn ook op de usual suspects zitten daarbij. Dus,
Prima. En dan gaat het over hoe kun je over organisaties heen ad hoc afstemming organiseren. Mag ik het zo even formuleren? Kort samengevat. Ja, ik denk wel dat dat voldoende is. Het haakt wat we straks over hadden over dat netwerk. En andersom open communicatie over applicaties heen. Dus, precies. En wat heb je daarvoor nodig? Dat is ook weer een mooie verkenning volgens mij over hoe dingen elkaar vinden. Dan hebben we halverwege de maand juni hebben wij een hackathon. Die staat nu ook gepland sinds deze week. Dat is namelijk als vervolg op een eerdere workshop Irma die we hebben gedaan eind vorig jaar. Om met elkaar dan weer opnieuw te gaan beproeven waar we staan, technisch gezien. En dat naast Irma, authenticatie, ook het gebied van consent de eerste services beschikbaar hebben. En we hebben om wat verwarring te voorkomen, maar de term hackathon en workshop als twee dingen genoemd. En hackathon is wat ons betreft laptop open, niet praten, dingen doen. En workshop is altijd is laptop dicht, veel praten, tekenen, schetsen. Ja. Ik moet zeggen dat het nog niet helemaal land, want ik had volgens mij een zorgaanbieder die naar de hackathon wilde komen. Ik zei ook, ga je meebouwen? Maar goed, weet je, maar ergens moeten we dan maar dingen duidelijker proberen te maken. Ja, dus de hackathon gaat dus over die contracten onder andere. Oh ja. Dus het aanmaken, het valideren en in de user interface, het Irma stuk met die QR-code. Dus hoe bouw ik dat in? Als ik zo'n contract binnenkrijg, valideer ik die. En dat gedeelte. En ik denk ook dat we het consent stuk doen. Hè? Dus ja. Hoe schiet je een consent? Hoe maak je een consent aan? Hoe wordt dat verspreid tussen alle betrokken partijen? Hoe kun jij als zorginstelling daar bijvoorbeeld nog iets over zeggen? Ben ik het er wel of niet mee eens? Of dus hoe bouw je het in je user interface? Het is echt heel hands-on. Maar het geeft waarschijnlijk ook veel meer inzicht in hoe die technologie daadwerkelijk onder water werkt. Dan dat wij zeg maar nu hier met wat diagrammen kunnen laten zien. Ja, en daar hebben de eerste aanmeldingen ook al voor binnen. En ook daar dank richting Egbert dat we gebruik mogen maken van een locatie bij ProMedico. Mooi centraal. Dan nog één week later, 27 juni donderdag, zitten we bij Miles Head, waarvoor dank zeggen, voor een juridische sessie. Met als aanleiding dat we van tevoren natuurlijk al wisten dat we ergens tegen wat uitdagingen aan gaan lopen. Op de, ik noem hem altijd in de categorie, dat mag niet. En wij willen graag redeneren vanuit de redenatie, hoe dan wel. Dus we gaan een sessie doen met hopelijk een aantal mensen inhoudelijk onderleg op het gebied van wet en regelgeving, privacy en security. Om te gaan verkennen welke obstakels zien wij nu al, of welke problemen verwachten we in de toekomst, of welke risico's zijn er gemoeid met een decentrale infrastructuur zoals wij die voor ons zien. En die sessie gaan we gebruiken om die allemaal te verkennen. Dus niet om meteen antwoorden te verzinnen, maar in ieder geval te verkennen welke obstakels, risico's zien we. En als huiswerk nemen we dan mee om wel op zoek te gaan naar hoe dan wel of nou, dit zijn risico's, die zijn er nou eenmaal, die moeten we accepteren. Of die moeten misschien uitgezocht worden. En in een vervolg gaan we dat weer bij elkaar brengen. En zal er iets van waarschijnlijk iets van een document uitkomen van nou, gegeven wat we aan het doen zijn met elkaar. Zijn dit dan de juridische zaken waar we iets mee kunnen, willen, moeten? Misschien ook wel een leuke input richting PBS van start. Ja, ik zit te denken. Misschien oproepen. Heb je dus bijvoorbeeld een bedrijfsjurist of een of iemand in je omgeving waarvan je zegt, nou dat is dus iemand die hier goed in zit. Ja, ja. Die kan mooi meedenken. Neem hem alsjeblieft mee. Helemaal gaan. Daarnaast, ik hoorde net Vincent zeggen van ziekenhuizen vinden dit nog wel spannend. Compliance officer. Heb je, weet je zo iemand die op een gegeven moment waarvan je zegt, nou die gesprekken heb ik al eens gevoerd. Misschien is het wel interessant om die mensen de grote vragen om mee te komen en die bezwaren op tafel te leggen. En dan hebben we in ieder geval een inventarisatie. En dan kunnen we ook kijken van, nou ja, hoe kunnen we dat counteren of hoe kunnen we dat, En liefst zo kritisch mogelijk. Ja, waar we wel iemand waar je in ieder geval het concept niet meer hoeft uit te leggen. Dus dat zou wel heel erg schelen. Ja, dat zou. Maar dat moet sowieso natuurlijk even gebeuren, waarschijnlijk. Ons los dat op. Ja, dus neem gewoon mensen mee die of kennis hebben of op posities zitten die dus bezwaren. En dan gaan we voor mij een heel mooie middag maken. Even een controlevraag daar, want we hebben laatst vanuit NetXIS hebben we een sessie samen met LAV en met KNMG gedaan, waar Sjaak Nout als jurist die heel veel op dit vlak weet,
ook een aantal dingen heeft toegelicht en ook de gelegenheid was om allerlei casussen voor te leggen. Zou zo iemand daar een waardevolle aanvulling bij zijn? Zo klinkt het wel. Ik weet niet wie hij is, maar... Dit klinkt inderdaad goed, ja. Klinkt als dat iemand is die... Ik merk vaak wel dat als je op het juridische stuk zit, dan zijn er heel veel... Ja, noem je dat heersen? Dus volgens mij is dat het zo. Of ik heb wel eens gehoord dat. En het lastige daarvan is dat je dan op dat moment niet verder kan. Dus dan moet dat inderdaad worden het huiswerk. Als daar iemand zit die in ieder geval op die basis al een heleboel zaken kan uitsluitslag kan geven, dan zal het huiswerk ook maar zo te noemen, zal een stuk nuttiger worden. Want ja, dan kun je meteen al de goede richting in. Ja. Dus ik denk dat zo'n meeting een stuk waardevoller wordt als we zo iemand erbij kunnen krijgen. Ja, dan ga ik wel even via de lijntjes die ik daar heb kijken of dat überhaupt in te passen is en of ze dat zouden willen. Maar dan, kom ik dan nog terug. Super, mooi. Dankjewel. Dat was het even. Nog vragen daarover, over de meetings, sessies? Ja, in praktische maak. Ik had intern bij ons opgeschreven voor de 18e dat het een Irma-workshop was, maar ik hoor jou nu wat anders zeggen. Dus, Hackathon, ja, Irma, dus authenticatie en consent. Dus hij is niet alleen Irma. Laten we die onder voorbehoud doen. Want ik weet niet of je genoeg tijd hebt om alles te behandelen. Nou ja, hoeveel je komt. Ik denk dat het gewoon afhankelijk van de mensen zijn. Precies, mensen die al eerder zijn geweest, wel tijdens de Irma-workshop, of daar al zelf mee hebben lopen spelen, die zijn misschien al verder. Ja, ja. Ja, want we hadden destijds al een hele dag. En nu is het een half. Nee, we hebben een hele dag. Egbert heeft krabbier naar binnen moeten schuiven, maar hij heeft nu de hele dag de ruimte toch. Die zouden jullie toch meebrengen? Dan kunnen we wel chocolade even meebrengen. Is te regelen. Ja, we hebben wel iets met chocoladeachtige bars. Dat bier komt goed. Nee. Ja, top. Ik vraag het omdat... ik heb intern even wat mensen gevraagd. En die hebben de vorige keer niet met het Irma-verhaal meegedaan. Dus ik wil wel even de inhoud van die sessie weten, want om ook daar misverstanden te voorkomen. Ja. Nee, je kunt het prima uitleggen als Irma hoor, alleen dat is omdat het laagje bovenop ligt, noemen we het nu gewoon nutsauthenticatie. Maar dat is inderdaad gewoon. Oké. Laatste punt, meetings bij VWS deze week. Ik betwijfel of we die nog moeten behandelen, want Tim en ik hebben gisteren net in een korte video dat gedeeld via Slack. Ja, is de video ook anders te vinden? Of is het goed? Nee, omdat we gewoon nul moeite hebben genomen om het op de een of andere manier te editen. Dus kom op Slack. Volgens mij zeggen we geen gekke dingen, maar misschien is het meer andersom nog even. Heeft iemand daar nog een vraag over? We waren bij VWS als nuts deze week, op de consultatiesessies. Ging goed, dat was eigenlijk volgens mij een korte samenvatting. En ik vond het zelf wel mooi om terug te horen van zowel VWS als van de andere aanwezige leveranciers, dat decentraal is wel een thema, kan het als nutsvoorziening was wel een thema, en kunnen we het samen doen met elkaar. Dat waren wel de drie dingen die ik dan over heb gehouden, waar eigenlijk dat resoneerde echt de hele middagavond wel zeg maar door de zaal heen. Dat vond ik eigenlijk wel heel tof. Dus volgens mij los van nuts, maar gewoon het feit dat we op zo'n manier willen nadenken over dit soort, het gaat wel maatschappelijke uitdagingen, vind ik eigenlijk wel heel goed. Ja, en het filmpje staat op de Slack in de general kanaal. Moet je iets omhoog scrollen. En gisteren is die gestuurd. Aan het einde doet Marco Tip nog even een oproep. Misschien voor de mensen die niet kijken, maar wel binnenkort nog naar zijn sessie gaan. Oh ja, wij zitten er bij eentje bij. We hebben het natuurlijk nu de eerste gezien. We zijn ook heel nieuwsgierig wat er bij de rest wordt verteld en of dat... Nou ja, zeg maar, is dat in lijn met die eerste meeting zoals Mark en Tim hebben ervaren? Komt het nuts nog aan de orde of niet? Dus voor de mensen die erbij zijn of als je collega's gaan. Deel het gewoon via de Slack. Ja, vraag eens hoe het was. Laat ons weten. Want, ja, we zijn wel nieuwsgierig. Laat het gewoon met elkaar delen. Dus ben je bij zo'n sessie geweest. Dus volgende week. En ze gaven aan woensdag dat er in juni nog eentje komt. Want er waren allemaal last minute inschrijving nog van partijen die iets wilden vertellen over hoe zij naar infrastructuur kijken. Dus er komt waarschijnlijk in juni ook nog eentje. Dus je kan altijd nog vrij in het publiek zitten, geloof ik. Als je het leuk vindt, ben je toevallig in de buurt van Den Haag. Ben je niet met de auto, schijnt heel tof bereikt te zijn. Wat ik nog wel interessant vond, ik hoorde eerder, er zaten 60 mensen of zo. Hè? Wie zijn dat dan? Hè? Wie consulteren er en aan wie werd er geconsulteerd? Wie doet daar wat met wie? Ja, dat is een interessante vraag. Ik had daar ook niet echt een voorstelling van tevoren. Want ik dacht, als wij...
niet soort van gevraagd waren, waren we misschien ook niet geweest, omdat je niet precies weet wat je daar dan gaat doen. Het grappige was dat we de dinsdag ervoor zaten bij Ron Roosendaal vanuit Nuts, dat had Thomas Ferguson geregeld van Gerimedica, om een kennismaking. Alleen Ron Roosendaal had het geïnterpreteerd als een voorbespreking voor de consultatiesessie. Dat wilde hij dan toch graag met ons doen, want hij vond, schijnbaar zijn wij de enige niet-commerciële groep die daar heeft gestaan, zeg maar, als Nuts. Ja, en wie stonden daar uiteindelijk, of wie zaten er uiteindelijk? Veel leveranciers wel, veel partijen. Ik heb mensen van Innovation gesproken, Philips, Voorkeur was er, Farmed, Aal 7, Topco Medical Systems. Er waren mensen van ziekenhuizen, Guido. Waren er ook. Whitework Systems. Whitework Guido hebben we gezien, inderdaad. Ja, dus het was een hele mengelmoes van leveranciers en ook wel van zorg. Mensen uit een aantal radiologen waren er. Het was een best wel divers publiek. Ik kwam waarschijnlijk vanuit Twin. Ja, ja, misschien wel. Ja, ja, Ron, ik vond het wel grappig dat Ron opende met van, we gaan het niet over de drieletterige afkorting hebben. Maar uiteindelijk ging het daar toch ook wel vaak wel weer over. ja, wel interessant hoe je ziet hoe mensen ook daar weer tegenaan kijken, hoe dingen lopen. Ik heb zo ook weer veel geleerd wat er nog meer allemaal gebeurt. Ja. Dus gewoon voor elkaar eigenlijk, hè? Dus je... Ja, we hebben uiteindelijk het verhaal ook aangepast, want we wilden eerst een hoog over Nuts verhaal vertellen. Gewoon meer, wat is onze ambitie, waarom zijn we er en hoe pakken we het aan? En Ron had ons gevraagd, doe dat nou niet, maak het gewoon heel technisch. En maak het inhoudelijk en specifiek over wat je aan het doen bent en wat je nodig hebt en wat en waar de overheid een rol in zou kunnen spelen. En dat hebben we dus ook gedaan en dat sloeg eigenlijk wel heel goed aan, want wij waren ook eigenlijk de enigen die daar al zover over nadenken. Dat viel ons ook wel op, dat de andere pitches gingen veel meer over. Ofwel, wij constateren allerlei problemen en die worden niet opgelost. Overheid, wat kan je doen? En volgens mij pareerde Ron dat netjes, nee, moeten jullie oplossen, niet wij. Wij gaan alleen wetgeving organiseren en we gaan eisen dat je het goed gaat regelen. Maar we gaan niet bepalen, ook, vond ik ook wel mooi, wij gaan geen infrastructuur kiezen. Dat gaan we allemaal niet doen, zeg maar. Daar zijn wij niet van. En andere partijen hadden soms de neiging om iets te veel hun eigen product te pitchen. Dat werd dan ook vakkundig neergesabeld. Door een hele pittige dame die dat reguleerde. Holy shit. Nou goed, het was leuk. Ik heb ook wel weer veel gelachen. Mooi. Maar ik denk wat we bereikt hebben is een breed publiek weer geïnspireerd over hoe het wel kan. En heeft Tim volgens mij hartstikke goed gedaan. Dus compliment aan Tim die hier niet bij is. Maar... De presentatie staat, de sheets staan... staan een stukje verder. Oh ja, hij heeft gedeeld, hè? Ja, ja, dus je kunt top. Gewoon met tekst erbij kun je zien wat er min of meer is verteld daar. Ja, we hebben de helft er maar van kunnen behandelen, want we hadden echt maar 10 minuten. Dus het ging als een razend tempo. Oké. Okay. Cool. Rondvraag. Ja, blijf dan weer. Wij staan. Okay. Ja. Als iemand zijn hand opsteekt die een vraag heeft. Nee, dat is een rondvraag. Dat is oh sorry, nee, oké. Okay. Egbert. Egbert. Heb jij nog een vraag? Nee, dankjewel. Sergey. Nee, dankjewel mannen. En Mark? Ja, ik kan het toch niet praten. Jos is weg. Weg. Vincent? Nee. Nee. Nou, hoor. Wij, een van ons? Een van ons? Nee. Nee. Nee, geloof ik niet. Oké, dat was hem. Nou, iets langer dan gebruikelijk. Ik hoop wel voor iedereen interessant. Dat hoop ik ook. En misschien is het ook wel een soort... Ook zeg je dat, inzicht dat we misschien wat vaker toch inhoudelijk dingen met elkaar moeten discussiëren of zo, of op de een of andere manier. Of is het ook gewoon oké okay dat het hier gebeurt? Ik weet het niet. Ja. Ja, dat is misschien wel weer een goede vraag aan jullie inderdaad. Van, ja. Faciliteren we de discussie voldoende of zo? Misschien is dat mijn vraag, ik weet het niet precies. Ja. Ik vond de ruimte die er was en de onderwerpen die we hebben besproken waardevol en besteed ik graag de tijd aan. Dus, oké. Okay. Cool. Er schoot mij nog één ding te binnen. Sorry voor de nabrander. Allereerst nog antwoord op de vraag die je stelde. Ik denk dat het heel zinvol is om ook lekker de inhoud in te gaan in zo'n meeting als er de tijd voor is. Waarom niet? Daar gaat het tenslotte ook over wat je aan het doen bent. En daar is het onderscheidend vermogen, zoals je net ook al zei, hè, ten opzichte van veel anderen. Dus wat mij betreft ja. Okay. Veel van jullie zullen ook al benaderd zijn, denk ik, door VWS voor 10 juli. Dan is er een leveranciersbijeenkomst in brede zin over alle programma's heen die zeg maar VWS financiert.
Omdat wij als Miles Ahead zeg maar de IT-penvoerder zijn, zou je kunnen zeggen, van het Samen Beter programma, hebben wij daar ook een workshop. Oké. Okay. Ze nodigen geen leveranciers direct uit daarvoor, dat dacht ik eerst wel, maar we gaan dat iets breder trekken dan Samen Beter programma. Onze visie op gids willen we daar eigenlijk neerzetten. En daarin willen we ook Nuts en andere samenwerkingsverbanden van leveranciers die open samenwerken, gewoon ook op het podium zetten. Dus als je mee wilt denken of ideeën daarover hebt, laat die aan ons weten hoe we dat slim kunnen doen in die workshop. Dan doen we denk ik ook recht aan de inspanningen die hier gepleegd worden. Ja, ik zit even te kijken. Ik kan me herinneren dat we als Nederland ook uitgenodigd zijn inderdaad. Door inzicht waarschijnlijk. Dat staat hier, we nodigen VWS met mij in VZ. VZ u van harte uit voor een grote leveranciersbijeenkomst. Ja. Die bedoel je dan ook? Programma gegevensuitwisseling en samenhang tussen de diverse andere initiatieven. Ja, dus dan gaan zij uitleggen aan jullie, zeg maar, vanuit alle programma's. Aan jullie als leveranciers, hè, dus ook Nederland, hoe dat allemaal in elkaar zit. Maar zelf, okay. heb je geen ruimte om Nuts neer te zetten, bijvoorbeeld. Maar wij hebben wel ruimte waarin we jullie binnen kunnen smokkelen. En dat hebben we stiekem ook al gezegd. En dat vinden ze dan wel weer oké, okay, zeg maar. Ja, precies. Dat voel ik hem toch goed. Nou, klinkt als een goed idee dan. Op jouw uitnodiging even, hoe we daar iets samen in kunnen doen. Ja, check. Cool. Ivo regelt dat bij ons en die komt al in contact. Ja. Zeker. Al dit soort initiatieven, meetings, dat soort zaken worden op het Growing the Community kanaal. Ik ben even hier... Ben ik aan het pluggen. Lekker, man. Ja, en daar komt alles voorbij. En je hebt de agenda, kennen jullie waarschijnlijk wel op de publieke agenda waar we allemaal naartoe gaan. En dat doen we natuurlijk het liefst met z'n allen. Dus kom lekker mee. En dan... Dat. Dan zijn we het denk ik, of niet? Maar mij betreft wel. Alright. Okay. Dank allemaal. Nog een goede vrijdag. Yeah. En alvast een heel fijn weekend. Oké. Dank je wel. Doei.